Dag lieve internetknuffels. Ik zit hier momenteel in het gras, stil, zonder hond. Wat natuurlijk compleet illegaal is in deze coronatijden. Maar het is voor mijn werk. En dan mag het. Voilà. Oh, ik zit hier in opdracht van productiehuis Zorin Industries. U wel bekend van kaskrakers als Van Peel overleeft 2014, Van Peel overleeft 2015, Van Peel overleeft 2017. En waarvan ik ook de enige zaakvoerder ben, volgens dit uittreksel van het Belgisch Staatsblad. Dus, perfect legaal. Goed. De Corona Session. Van Peel overleeft 2016. Ik had de intro even terugbekeken en de intro begint met... Goedenavond, dames en heren. Weet je nog 2015, toen we dachten... Amai, het kan niet erger dan dit kutjaar. Hallo 2016! En terugkijkend lijkt 2020 toch nog een pak kutter dan 2016. Wat een beetje raar is, want 2016 was een zot jaar. Dat was het jaar van de Brexit. Dat we allemaal wakker werden van... What the fuck just happened? Het was het jaar van Donald Trump die verkozen werd. En we vonden dat nog raar. We hadden nog zoiets van... Die Trump ze van... Is er nou juist een clown verkozen tot president van Amerika? Wij vonden dat nog grappig. Telkens als Trump iets zot tweette, dan dachten we nog van... Luister, wat zei het hem na? Terwijl ja, nu is dat dinsdag gewoon. En woensdag. En donderdag en de rest van de week. Maar ik weet nog dat wij toen dachten... shit, als dit maar goed komt. Want er was toen een conflict met Noord-Korea. Een dreigend nucleair conflict. En wij dachten, amai, die Trump... Alle chance dat je nooit een echte crisis te bedwingen. Hè? Want dan kunnen er wel eens doei vallen. Chance, dachten we toen. Want je is wel omringd door goede mensen. Not. Dat was een andere tijd, man. Maar er kwam van alles terug, blijkbaar. Ook afstand houden werd ook aangeraden toen. Maar alleen aan vrouwen. Omdat dat het jaar was van Femme de la Rue. Het was nog de voorloper van hashtag MeToo. Toen... wij meer en meer op de hoogte werden gesteld dat vrouwen continu werden lastiggevallen op straat. En dan hadden ze in Keulen aangeraden aan de dames om een armlengte afstand te houden. Dus zo zie je maar dat de aanrander uiteindelijk toch nog gelijk krijgt. Hè? Het was ook het jaar van de terreuraanslagen natuurlijk. Het jaar dat heel de westerse wereld bang was voor IS. We gingen ons niet laten doen, zeiden we. Maar we hebben toen ons kaart laten doen en ons wat basisrechten afgegeven en zoiets. Iets dat we nooit opnieuw zouden doen, hè, voor... een of andere crisis, zeg maar iets. We hebben toen muren gebouwd en veel geïnvesteerd in antiterreurmaatregelen. Die we sindsdien ook niet echt gebruikt hebben. Was wat? We hadden toen allemaal heel veel schrik van ISIS en IS. En wat bleek achteraf, wat beter schrik had van vleermuizen en een arme Chinees met jonger. Dat deed dat ons uiteindelijk de das omgedaan. Waar ISIS faalde... is een vleermuis en een hongerige Chinees wel ingeslaagd. Chapeau. Swat, als deze corona-session u één ding leert, dames en heren, laat het dan zijn, dat no matter how bad things are, they can always get worse. Ik zit nog niet hoor flikken, we moeten weg. Kom. Dag balkon! Hey. Toch nog een parkeerplaats gevonden, zeg. Fantastisch. Welgekomen. Dank u wel om erbij te zijn. Het is de dernière voor mij, de allerlaatste. Het is een beetje gelijk bij een gangbang. Het is plezant, maar het is ook plezant als het gedaan is. Maar niet voordat we deze fantastische keet nog één keer uit elkaar trekken. Ik heb er echt goesting in. Het is een van de schoonste zalen ter wereld. Ik wil op voorhand één klein applaus vragen voor de vrijwilligers van de Roma zelf, die dat hier fantastisch in elkaar... Hey. Ik moet hier nog wel over geraken, ze beet. Hey.
Maar merci mensen, goh, welkom. En blij dat jullie er zijn, of nog zijn ook. Hè? Want uiteindelijk wordt het machtigste land ter wereld al 3 weken geleid door een oranje leren zetel met een kwaaie cavia erop. Een nieuwe kwaaie cavia. Maar we zijn er nog, godverdekken. Chance. Het heeft nog thans niet veel geschild, want 2 weken geleden heeft Donald Trump de lanceercodes van de kernraketten gekregen. Maar ze zitten verstopt in een rebus, dus we zitten veilig. Houd rustig. Geen probleem. Ik kon er niet te veel woorden om vuil maken aan Donald Trump. Uiteindelijk, ik heb een muur gebouwd, dus wij zitten veilig. Hey, vind je dan weer een muur? Is goed, hè? Dat is handig, dames en heren. Dat is echt... Alles waar je schrik voor hebt, steekt je gewoon achter een muur en dat is weg. Dat is een trend tegenwoordig, dat marcheert. Alles waar jullie bang voor zijn, zit achter die muur. Alles. Migranten, terroristen, moslims, linkeroever, Oudbouke, alles. Waar zit Oudbouke? Hey, helemaal van achter. Welgekomen, verdikken. Maar, we gaan zien, we gaan wel blijven leven. Moeten we geen zorgen maken over Donald Trump, dat komt allemaal oké. Okay. Niet te veel aandacht aan geven. Ik geef toe dat ik was eerder voor Hillary, of minder tegen Hillary zelf. Omdat, ik denk dat Hillary Clinton beter was geweest voor de economie, uiteraard. Omdat dat een vrouw is. Hè? En vrouwen zijn beter voor de economie, natuurlijk. Niet? Voor een economie wel, voor werkgelegenheid toch wel. Vrouwen hebben het concept werk uitgevonden uiteindelijk. Vrouwen zien werk wat wij er geen zien, zal ik zo zeggen. Ah. Zo klinkt een vrouwelijk applaus trouwens. Als je dat interesseert. Maar dat is toch, vrouwen hebben het concept beroep ook bedacht, hè mensen. Het oudste beroep ter wereld. Het is een vrouwelijk beroep, bij uitstek, prostituee. Dat vind ik fascinerend. Want dat wil zeggen dat dat ooit het enige beroep was ter wereld. Ah ja. Er is ooit een tijd geweest, als je werk had, waard een hoer. Zo was dat. Ging dan naar de VDAB, lange eenjobaanbieding, lange rijen zo. Dat was. Dan waren er speelplaatsen hier in Antwerpen in de tijd waar dat kindjes elkaar aan het uitmaken waren. Ah, moeder is dik. Och jongen, ah, moeder heeft werk. Dat heeft ooit plaatsgevonden. Dat vind ik fascinerend. Het oudste beroep ter wereld. Dat wil zeggen, het eerste beroep. Dus daarvoor was er een tijd zonder beroepen. Toen alles in de wereld gratis was. Alles. Totdat een paar vrouwen bijeenkwamen, begonnen te vergaderen en beslisten, hier gaat je vanaf na voor betalen. En dat was werkelijk de grondlegging van heel ons westers economisch systeem. Want toen zijn wij mannen allemaal beroepen gaan verzinnen om dat beroep te betalen. En zo is heel die economie tot mandaten bij Publifin uiteindelijk toe tot stand gekomen. Dus een vrouw was beter geweest voor de economie. Dat was mijn punt eigenlijk. En voor de wereldvrede, hè? Want waar we nu naartoe aan het gaan zijn, man, echt, Jezus Christus. Elke dag wakker worden in een film is deze. Dat we hier geraakt zijn is bizar, man. En ik heb zo voor deze show geprobeerd een stapje achteruit te zetten, historisch, om zo wat groter perspectief te zoeken, tussen het surfen naar porno door, natuurlijk. Hè. En ik heb zo eens wat oude video's op YouTube van speeches van president Kennedy bekeken. Dat moet je eens doen. Als je dat vergelijkt met vandaag, man, dat is om te blaten. Kennedy, een politici van de jaren 60, die hadden dromen, hè? Grote dromen. Die gingen verkennen en verenigen. Dat was het thema. We gaan de ruimte verkennen, we gaan Europa verenigen, we gaan naar de maan, zei Kennedy. We choose to go to the moon and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Yay! We moeten nu eens inbeelden dat iemand dat hier zou voorstellen. We gaan naar de maan. Zeg, weet jij wel wat dat kost? En gaan die walen mee betalen? Hoe zit dat? Dat kunnen wij niet meer zo dromen, man. Op de badges van de Apollo-astronauten op de maan stond For All Mankind. Nu stond er America First. Dat is... Je implodeert en het niveau van presidenten, van Amerikaanse presidenten, sinds de jaren 60 is naar beneden gegaan van
van retorisch niveau. De speeches alleen al. Van een Kennedy, naar een Nixon, naar een Reagan. Weet je nog? Reagan? Mr. Gorbachev, tear down that wall. Dan deze, we're gonna build a new wall. Dat is al omgedraaid. Verder naar beneden, naar Bill Clinton. En dan kwam on George Bush. Weet je dat nog? En al hem weer naar George Bush. Wacht nog een maand. Weet je nog met George Bush toen dat we dachten, nu hebben we toch echt een bodem bereikt. Er bleek nog een kelder onder te zitten, dames en heren. Godverdikke. In vergelijking met Trump was Bush een filosoof. Echt? George Bush die zei dingen gelijk, most of our exports go to foreign countries, zei hem. Ja. Dus, dat is een debiele zin, maar die klopt tenminste nog. Terwijl Trump die trekt gewoon onzin uit zijn gat, hè? Onlangs had hem getwitterd, it is freezing in New York, we need global warming. Nee, kan er iemand dat uitleggen met een handpop aan die mens dat je dat snapt? Echt waar, jongen, dat is... George Bush was echt... Eigenlijk was dat een soort skischans van naar beneden. Van Kennedy naar Bush en dan kregen we Obama. Dat is nog even zo'n wipje naar boven. En nu zijn we klaar om de dieprik in te duiken, denk ik. Obama, dat was nog een speecher, man. Dat was nog een fucking... Je kunt er voor of tegen zijn politiek, maar die mens die had wel retorisch talent. Die kon speechen geven waar ik kippenvel van kreeg, man. I believe America. I believe it doesn't matter if you're black or white, Hispanic or Asian. We are all and forever will be the United States of America. Ik heb thuis ontroepen op een tv. Hallelujah, brother! Dat waren speeches, man. En dat was ook een rolmodel, Barack Obama. Dat was een gast voor een rop te kijken. Weet je? Dat was een knappe vent, altijd schoon kostuums aan. Goeie trucken van de voor met de ladies. Hè? Come on, jongen. Barack Obama, dames, geef toe. Het zal wel zijn. Gasten, als je een Jedi Master zoekt, Barack Obama, he's your man. Hè? Fuck, jongen, die had goeie trucken. Weet je nog toen hem herkozen werd als machtigste man ter wereld, 4 jaar geleden? Weet je nog? Die wandelde toen een voetbalstadion binnen. Er zat 80.000 man alleen voor hem zijn naam te roepen. Obama, 4 more years. En die wandelt naar dat spreekgestoelte. 80.000 man wordt muisstil. En de allereerste woorden van de machtigste man ter wereld waren dit. Michelle, I love you more than ever. Ik dacht, daar wordt gepoept vanavond, maat. Het zou wel zijn. Wat een held, jongen. Die Barack die moet nooit nog in de keuken komen zien. Zo. Dat kan ik je garanderen of dat er werk is. Echt. Hé. Hey. Man, jongen. Wat een fucking... Dat zingt Donald Trump dus niet doen, hè, zoiets. Zie je dat al gebeuren? Donald Trump die dat voetbalstadion binnen glibbert. Of ik weet niet wat hij zijn eigen voor beweegt. Zo'n Jabba the Hutt figuur is dat. Een kravat voor zijn ballen. Altijd. Dus, hier, hè. Het is niet dat je er iets te verbergen hebt, hè, met je grote kravat. Come on. Je komt van Barack Obama. Wat ga jij doen? En zo naar dat spreekgestoelte en dan zo... 80.000 man wordt muisstil. Yeehaw! Kan... Melania, I'm gonna grab you by the pussy tonight. Allee, gast. Dat is niet hetzelfde, hè. En toen dat filmpje uitlekte van you can grab him by the pussy, ik was echt gechoqueerd. Ik bedoel, ik had al wel eens gehoord dat dat soort vinten bestond, maar ik had er nog nooit een gezien in het wild zo. Weet je wel? Ik wist niet dat National Geographic al videobeelden had van die apensoort. Zo, dat daar... En pas op, ik wil hier niet hypocriet doen, hè, dames. Wij mannen zijn allemaal een beetje vetzakjes. Dat is waar. Maar er is nog een verschil tussen een beetje een vetzakje zijn en seksuele aanranding. Hè? Grijpen in de poes. Miauw. Dat is nooit oké, hè. Wie doet dat nou? Zijn er poesengrijpers hier in de zaal vanavond?
Het deed niet voor je te knapen. Zo. Allee, gast. Dat is nog nooit oké, man. Enfin, nooit. Allee, ik bedoel, nee, dat is... Nee, luister, context is belangrijk altijd. Er zijn situaties dat ik me kan inbeelden dat dat gebeurt. Hè? Bijvoorbeeld, stel, je staat helemaal alleen in een afgelegen metro naast een heel schaars geklede vrouw die bijna niks aan heeft. En er is echt niemand anders en die struikelt en die valt bijna. En het enige waarbij je die nog kunt vastgrijpen is... Oh! Oh! Graag gedaan. Hè? Dan. Maar er is toch geen andere situatie waarin dat oké is? Okay, en kunstschaatsen voor duo's. Oké, okay, dan ook. Dan gebeurt dat al eens. Midden van een ding, zo de lift. Hop. Ik vind het altijd een raar momentje, zo. Hop. Dus, meestal gevolgd door de... De bowling move is dat. Dus ook met drie vingers en dan... Dat is niet waar. Dat is niet waar. Sorry. Denk ik. Ik weet het niet. Ik heb het nog niet gedaan. Maar de lift vind ik altijd wel raar. Het is toch altijd wat ongemakkelijk. Ik moet ook altijd denken, het zou toch makkelijker zijn om de man zo vast te pakken, niet? Dat is toch praktischer of zo? Je hebt toch meer grip? Behalve natuurlijk als dat ijs heel koud is en je bent halverwege zo flop, 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 flop. Ik weet het niet. Misschien is het voor security reasons. Dat kan. Hè? Ik weet het niet. Alleszins, ik vond het er echt over. Maar hey, misschien ben ik een beetje conservatief. En mensen, dat kan. Hè? Dat ik een beetje ouderwets ben. Dat ik vind dat je vrouwen niet zomaar in hun kruis grijpt. Want laat ons eerlijk zijn. Puur biologisch is de poes gewoon een aanhangsel van het menselijk lichaam. Hè? En er zijn andere aanhangsels die we wel vastpakken bij elkaar. Handen schudden vinden we normaal. Dit kan niet. Dus misschien moeten wij gewoon allemaal evolueren naar een nieuwe manier van elkaar begroeten. Nou ja, als de president van Amerika ertoe. Misschien gaan wij binnenkort niet meer handen schudden, maar piemel schudden en poes grijpen. Hallo, goeiedag. Hallo, goeiedag. Wel, in de ogen blijven zien wel, hè. Hallo, hallo, goeiedag. Waarom niet? Zo, hallo, zak erbij zo. Hallo, hallo. Ja. Misschien is dat de toekomst, hè? Ik kan nog interessante vergaderingen bij de Verenigde Naties opleveren, denk ik. Zo, hello, Mr. Obama. Mr. Obama! Hello, Mr. Obama. Hello, goedendag. Hello. Mr. Trump, hello, how are you? Hello. En zo. Nee! Erdogan, jij hier. Raar. Dat is raar, hè? Raar. Omdat je lief niet meepakt naar een VN-vergadering, hè? Dat is voor... Maar ik weet het niet. Ik weet het niet, mensen. Maar houd u wel maar vast, want dat is het nieuwe normaal. Hè? Ik bedoel, wij zijn definitief sinds 20 januari, de inzwering van Trump, zijn we een nieuw tijdperk binnengetreden. Het tijdperk van de bully, daar zitten wij nu in. Het tijdperk van de pestkop, de bullebak. Ja, want de bullebakken, dat zijn onze nieuwe leiders. Het is niet alleen Trump, hè. Trump is maar een symptoom van een veel groter fenomeen. Het zijn ook gasten gelijk een Poetin in Rusland, Erdogan in Turkije, Orbán in Hongarije, Duterte in de Filipijnen. De pestkoppen van vroeger, die regeren de wereld van vandaag. En ik vroeg me af, hoe komt dat? En ik denk dat dat is omdat we in een nieuw soort democratie leven. We leven niet meer in een democratie van 10 jaar geleden, toen dat Twitter nog niet bestond. Kunt het u inbeelden? We leven in een mediacratie. En een mediacratie wil zeggen, hoe meer dat je in de media komt, hoe meer stemmen dat je haalt. Punt. Goed of slecht, dat doet er niet toe. Kliks, likes en shares. Dat is al wat je nodig hebt. Dat is wat Donald Trump bewezen heeft. Hoe meer dat hij in de media kwam met een of andere zotte uitspraak, hoe meer dat je steeg in de polls. En wie komt er veel in de media? Dat zijn de bullebakken, de bullies, die met de zotte uitspraken. Mediacratie, dat is de nieuwe realiteit. In Amerika, hè? Bij ons niet natuurlijk. Wij weten wel beter. Hey. Nee, zo naïef zijn wij niet. Wij weten wel beter. Stel je voor dat wij ook in een mediacratie zouden leven. Dat zou betekenen dat iemand die kei bekend wordt in een of andere quiz, uiteindelijk de machtigste politicus van het land zou worden. Nee. Stop. Nee, wij weten wel beter, maak je geen zorgen. Maar in de rest van de wereld is dat mechanisme relevant. En alles kan dus vanaf nu.
Want we zitten nu met Donald Trump. We zitten nu door dat mechanisme met een seksistische, homofobe, klimaatontkennende realityster als president van Amerika. Hè? Dus ik weet niet waar het dan naartoe gaat. Ik weet wel, hij gaat het niet langer dan 4 jaar volhouden. Mocht je geen zorgen, over 4 jaar hebben we eindelijk de eerste vrouwelijke president van Amerika. Kim Kardashian. Hè? Ah ja, want alles kan vanaf nu. Hè? Alles kan. Wat gisteren een grap was, is vandaag realiteit. Omdat wij leven in die mediacratie enerzijds en anderzijds in een tijdperk dat politicologen fact-free politics noemen. Of post-truth politics. Fact-free, feitenvrij, wil zeggen de feiten doen er niet meer toe. En dat is echt nieuw. Dat is echt nieuw, want vroeger werd er al wel eens gelogen over de waarheid. Vandaag wordt de waarheid gewoon van tafel geveegd. Ja, als mensen met feiten naar u komen, dan kun je gewoon zeggen, oh, ik vind van niet. Je kunt gelijk Donald Trump klimaat ontkennen. Zeg, ah, global warming, geloof er niet in, het sneeuwt. Dat gaat. Zwaartekracht, niks voor mij. Dat kan. Je kunt gewoon bewezen feiten weerleggen. En omgekeerd kun je verhalen waarvan dat bewezen is dat ze fout zijn, gewoon blijven herhalen. Donald Trump deed dat. Hè? Die zei bijvoorbeeld, toen de Twin Towers in New York instortten, heb ik moslims zien dansen in de straten in New York. En dan antwoordt hij een debatleider, dat verhaal is een hoax, dat is een nepverhaal. De politie van Jersey heeft bevestigd dat dat een leugen is. En die antwoordt gewoon, nee, dat is waar, ik heb dat gezien. Gewoon blijven herhalen. We hadden ook een politicus hier in België die overal moslims zag dansen waar dat er geen waren. Weet je nog? Het moet een grellige aandoening zijn, hè? Als je overal zo... Stel je voor. Als je zo met een bakker komt, zo zit, gaat die moslims er ook dansen? Nee, wat is dat? Een beetje gelijk dat kindje uit je film The Sixth Sense. Zo, hè? I see dancing people. Zo. Ja. Dus alle respect voor die aandoening. Maar dat is het nieuwe. Gewoon blijven herhalen. Fact-free politics. En dat is grellig, want je kunt dus een debat niet meer winnen op feiten. Dat is gedaan. Dat is wel Hillary probeerde. Die gooide zo wat feiten naar Donald Trump. Dat gleed van die mens af gelijk water van een eend. Je kunt niet winnen op feiten. En daardoor wordt elk politiek debat gelijk een discussie met je vrouw over de thermostaat van de chauffage. Weet je? Je kunt niet winnen op feiten. Kan niet. Want het feit is, of dat je die thermostaat nu op 22 of op 40 graden zet, het wordt even snel warm, dames. Dat is het feit. Ik heb het koud. Ik zal hem op 40 graden zetten. Fuck it. Snap je? Fact-free politics. En de eerste keer dat wij wakker werden in die nieuwe wereld van fact-free politics, was met een Brexit. De Brexit was de eerste keer dat er iets gebeurde in de wereld, iets groots, waarvan de dag erna werd toegegeven dat het gebaseerd was op leugens. De dag na die Brexit werd toegegeven dat die dubbeldekbus waarop stond 350 miljoen pond sturen wij per week naar Europa, dat kan nu naar gezondheidszorg. De dag erna zeiden die gasten, ja, dat was eigenlijk niet waar. Moving on. What the fuck? En niemand had die overwinning zien aankomen. Ook de winnaars zelf niet. Dat bleek wel omdat er de dag erna geen plan was. Hè? Niemand had een plan. De dag na die Brexit zeiden al de gasten, Nigel Farage, Boris Johnson, al die gasten erachter zeiden, wij gaan eens iets anders doen nou. Wij gaan eens wat meer tijd vrijmaken voor het gezin. Oké. Dat is zo het equivalent van in een lift vol mensen een dikke scheet te laten, op alle knoppen te duwen en op buiten te wandelen. Zo. Ding! My job here is done. Serieus? Er was geen plan. Het was ook niet meer dringend ineens. Heel die Brexit lang was een campagne waar dat Engeland tegen Europa zei, we zijn weg, hè. En de dag daarna zei Europa, ja, trap het nu maar af ook dan. Ja, zo dringend is het nu ook weer niet. Echt? Dat was precies zo een ruzie van een marginaal koppel. Zo. Ik ga niet verlaten, hè. Oh, wel, trap het af, waaf. Oh, wel, ik ben weg. Oh, het regent. Ik ga nog even wachten, precies. Hier zo'n huilend kindje dat het been van de papa vasthoudt. Ik wil bij de papa blijven. Jij gaat mee met de mama. Schotland, hè. Schotland wou bij Europa blijven, maar mocht niet van de nieuwe premier van Groot-Brittannië, Theresa May. Die zei in een speech, die is zo schoon ironisch, je moet hem eens op YouTube opzoeken. Ze zei,
We gaan ons hier niet laten opsplitsen door die nationalisten, hè. Wij verlaten als één verenigd koninkrijk dat verenigt Europa. Zeg. Moet eens gedaan zijn met al dat onafhankelijkheidsgedoe hier. Dat is een ironie waar zelfs Shakespeare geen punt aan zou kunnen zagen. Hè? Maar ik was impetant van die Brexit, omdat het ging niet over de feiten. Weet je? En ook, het kost ons allemaal geld. Dat kost ons ook geld, hè, die Brexit. Want je kunt je burgers wel wijsmaken dat iedereen in zijn klein onafhankelijk landje woont met een grens er rond. In realiteit leven wij in een geglobaliseerde wereld. Als Londen crasht, crashen wij mee. En deze gaat geld kosten. De dag na die Brexit alleen al worden de beurzen wereldwijd gecrashed met 7-10%. Intussen zijn ze al terug gerecupereerd, maar een dag na de Brexit waren wij 2 biljoen kwijt. 2000 miljard. 2000 miljard. En ik zie een hoop mensen zien, oh, ça va nog dan, eigenlijk. Dat is raar hoe dat niet veel klinkt, hè? 2000 miljard. Dat is omdat er een miljard achter staat. Dan denk je, oh, ça va. Dat is de ene. 2000 miljard, oh, is niet veel. 2000 vluchtelingen, dat is een beetje veel. Hè? Oh. Miljard, niet zoveel. Andere eenheid. Dat is psychologie. Maar ja, dat is zo. Gewoon wiskunde. Maar het is toch veel. En daarom was ik de dag na die Brexit zo wat kwaad op de Britten. Ik was zo wat, godverdomme Britten, ben de sapappa begin met de naweer gedaan. Wat ook niet eerlijk was van mij, maar ik was kwaad. En ik moest een dag daarna optreden in Nederland. Ik moest keiver rijden met een auto. En ik betrapte mij erop dat elke Britse nummerplaat dat ik tegenkwam, dat ik er kwaad naar ontzien was. Verdomme, er is er weer zo een van de Brexit. En telkens als ik die inhaalde, was ik zo kwaad aan het kijken naar de lege passagiersstoel links van de chauffeur. Maar ik was kwaad. Omdat het niet over de feiten ging. Het ging over iets wat je meer en meer ziet in de wereld in het algemeen. Een soort nostalgisch nationalisme. Zo'n nostalgie op een tijd van vroeger met de vlaggen en de grenzen en de uniformen. De slogan van de Brexit was Take our country back again. Die van Amerika, Make America great again. Poetin zegt dat ook. Terug naar dat grote Rusland van vroeger met de tsaren. Dat ik denk, zo goed was het vroeger niet, hè? Toch niet voor iedereen. Als je een zwarte Amerikaan waard, alles voor 1960, niet zo'n toptijd. Make America great again. Tenzij dat je een fan bent van de achterste bank op de bus, brandende kruisen in je hof en witte piramidsen dat je niet hebt uitgenodigd. Hè? Dan wel. Maar anders was het niet per se beter vroeger. Hè? En de Britten ook. Take our country back again. Ja, Britten, och garme, want iedereen heeft jullie landje afgepakt destijds. Och, door wie zijn jullie allemaal gekoloniseerd destijds? Hè? Ja, iedereen heeft bij jullie binnengezeten. Zijn er niet beschamd? Dat is wat Boris Johnson zei. Die zei, we shall call Brexit our Independence Day. We zullen de Brexit onze onafhankelijkheidsdag noemen. Dat is een beetje onbeleefd, hè. Als je weet dat de rest van de wereld het woordje Independence Day gebruikt om hun independence van Great Britain aan te duiden, hè. Amerika, Australië, Canada, India, Pakistan, Nigeria, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Zambia, Zimbabwe en 50 andere landen vieren op Independence Day dat die bende plunderende zatte Britten uiteindelijk zijn afgetrapt uit hun land. Alle feest. Gersonisos elk jaar nog overkomt, bijvoorbeeld, trouwens. Dus, onafhankelijkheidsdag. Dat is boertig, jongen. Dan heb je echt geen fatsoen als je dat durft te zeggen. Dan heb je evenveel fatsoen als stel nu, puur hypothetisch voorbeeld, dat de top van Volkswagen, na zo al die Schumann-software, 1,5 miljard verlies, 4000 banen op de tocht, dat die een top hun eigen toch elk 5 miljoen bonus de man zouden hebben uitgekeerd vorig jaar. Hey. Puur hypothetisch voorbeeld. Hè. Geen fatsoen hebben dan. Ah, Independence Day. Hoe boertig zou dat ook niet zijn? Stel je voor dat een Brexit echt een officiële Independence Day wordt in heel het Verenigd Koninkrijk. Dat betekent dat Schotland en Noord-Ierland dat verplicht mee moeten vieren. Zie je het al gebeuren in zo'n Irish pub in Belfast? Hey Paddy, what are you celebrating? Independence Day? Really? No, not really. No. Someday maybe, eh?
Erin go bra. Allee, man, dat is boertig. Maar bon, ik gun het ze wel, de Britten. Hun onafhankelijkheid. Kunnen ze eindelijk hun eigen goesting doen, want ze moesten altijd zo hard in de pas van Europa meelopen. Hè? Nu niet meer, nu kunnen ze hun eigen goesting doen. Eindelijk kunnen ze betalen met hun eigen munteenheid of zo. De pond, dat kan nu. Eindelijk. Hè? Of hun eigen wegcode gebruiken. Heel Europa rijdt rechts van de weg. Daar rijden ze toch links. Dat kan nu. Eindelijk. Of hun eigen meetsysteem. Heel Europa rekent in kilometers. Dan pakt ze toch mijlen. Dat kan nu. Eindelijk. Voorapen. Wat voor een binde verwinde klamannen zitten we dan eigenlijk? We willen nog meer ons eigen goesting doen. Wat gaan we ermee doen? Hè? Lauw bier tappen zonder kraag? Beetje zwanger worden voor uw 18, uw tanden alle richtingen laten uitgroeien? Dat deed het toch al, hè? Jebbert, doebbert, jebbert, doebbert, jebbert. Hé. Hey. Kom aan. Independence Day. Ik was kwaad. Omdat het niet over de feiten ging, die een Brexit. En ook omdat het stonk een beetje op putteke. Laat ons eerlijk zijn. Aan heel die Brexit hing zo'n weeë geur van lichtbruin racisme. Zo van dat racisme dat net niet erg genoeg is om echt racisme te zijn. Dat ding er al. Zo dat, de dag na de Brexit werden er overal mensen in Engeland nageroepen. Indiërs en Polen. Go back to your own country. We took Britain back again. Het is een soort racisme waar mensen aan deze kant in Europa likkebaardend naar kijken. Hey, Geert Wilders, toen hem dat zag, wou onmiddellijk een nexit. Marine Le Pen wou een frexit. Hey. Vlaams Belang wou een flexit. Dat is een beetje een stoem woord, hey. Flexit. Het is precies een flikkeroplosser. Flexit, voor een witter dan wit Vlaanderen. Ah, dat is eigenlijk een goede slogan. Ik had er niet over nagedacht. Maar je merkt dat wel. Je merkt dat dat soort lichtbruin racisme meer en meer in bon ton wordt. In alle lagen van de bevolking begint dat binnen te sijpelen. Tot in de Kamer vorig jaar, in het parlement, waar dat Luc Van Biezen tegen Meriem Kitir zei, keer terug naar Marokko. Weet je dat nog? Waar dat hem echt zijn boekje te buiten gingen, mensen. Zijn bevoegdheid toch. Terugkeerbeleid is van Theo Franken, daar heeft Luc Van Biezen niks over te zeggen. Hè? Zeg. Elk zijn bevoegdheid, hè. Dat is van dingen, hè? Frank en Theo. Dat is een naam gewoon, hè? Die mensen heet Frank en Theo, dat kan ik niet omdoen, hè? Dat is... Ja, maar ja. Ik kan niet omdoen dat je Frank heet, dat je nu een kleine Theo noemt. Ik vind dat ook raar, maar ja. De staatssecretaris voor asiel. Ah nee, niet voor asiel. Tegen asiel, natuurlijk. Frank en Theo is even hard voor asiel als Joke Schouwvliegen voor Bos. Maar alle chance hebben Joke Schouwvliegen nog, dames en heren. Ah, het zal wel zijn. Voor een beetje de komische noot in het journaal. Hè? Dat is toch waar. Tussen al dat slecht nieuws over terreur en Syrië heb je nog Joke Schouwvliegen om de boel wat op te leuken. Zo. De Labrador van de Witstraat, is dat. Als die in beeld komt, ik wil die altijd vastpakken zo. Joke Schouwvliegen. Wie is je mijn dikke vriend? Ga ze met een dikke vriend. Top, Griet. Weet je, de Hilde Krevits van den Aldi. Zo, hè? Ja, weet wat ik bedoel. Kost niet, mag ik opdrukken het voor. Hey. Het afgelopen jaar was er een Twitter-account gehackt. Ik dacht, dat is nog eens iets anders dan een bos. Hé, hey, oké. Gehackt. Nee, eigenlijk, het eerste wat ik dacht was eigenlijk, hoe weten dat Joke Schouwvliegen er een Twitter-account gehackt is? Ja, er verschenen vreemde tweets op. Ja. Dat kan ook dinsdag zijn in Jokeland, hè? Een boom heeft altijd de functie gehad om gekapt te worden. Dat is dinsdag in Jokeland gewoon. Dat is, ja, maar er stond meer bos in Vlaanderen. Oh nee, dat zal wel gehackt zijn. Dat kan niet. Joke Schouwvliegen. Hey, als fact-free politics bij ons echt gaat aanslagen, die wordt nog president van West-Europa. Dat zweer ik, man.
President Joke Shoefly. Hé, hey, lacht maar niet te hard. Met Trump worden we ook ontlachen vorig jaar, hè? Want die fact-free, dat komt naar hier, mensen. Dat komt, het is hier al een klein beetje, maar dat komt naar hier. Dat is niet alleen iets van Amerika. Dat is niet alleen iets van politici. Dat is iets van ons ook, hè. Wij stemmen voor die mensen. Blijkbaar zijn er meer en meer mensen van ons die zich niet meer interesseren voor de feiten. Blijkbaar. En ik vroeg me af, hoe komt dat? En ik denk dat ik dat wel snap. Want ik merk dat ook. Ik merk veel vrienden in mijn omgeving bijvoorbeeld, die stoppen met het journaal te kijken, omdat het is toch altijd slecht nieuws. Je kunt er toch niks aan doen. Veel, als wij met vrienden weggaan, we babbelen dan niet meer over politiek, omdat het te gepolariseerd is. En direct lopen het uit de hand en het is aan bras. Ik heb eens naar de show iemand gehad die tegen mij kwam zeggen, ah, ik lees de gazette niet meer. Ik kom één keer in het jaar eens naar Azië en dan weet ik genoeg. Doe dat niet, hè. Baseer uw wereldvisie niet op de onzin dat ik hier sta uit te kramen, hè, alstublieft. Maar ik snap wel dat mensen stoppen met het journaal te zien, omdat het altijd slecht nieuws is en feit na feit na feit. En je wordt er depressief van. Als je echt de feiten probeert te volgen, gelijk ik probeer te doen voor mijn job, dan word je gewoon depressief. Ik zal het bewijzen. Ik zal wat feiten vertellen anders. Ik zal de sfeer even totaal naar de kloten helpen. Even wat feiten, een maand feiten. Ik heb het hier bijgehouden. Pak gewoon april. April 2016. Willekeurige maand van Peel? Nee, die heb ik voorbereid. Maar had een willekeurige maand kunnen zijn. April 2016 was echt de maand van de schaamte voorbij. Dat is een topmaand, man. Even situeren. Waar zitten we? We zitten in België. We hebben al een hoop belastingontwijkingsschandalen achter de rug. We hadden LuxLeaks, weet je dat nog? Dat was het oudste. Massale belastingontwijking naar Luxemburg. Dan hebben we nog SwissLeaks, OffshoreLeaks, BahamaLeaks. We zitten met een lek. Hè? Er lekt blijkbaar massaal belastinggeld weg uit België. En de Belastingdienst heeft al laten weten, van die LuxLeaks-affaire gaat geen enkel rechtszaak doorgaan. Dat is allemaal geseponeerd. Jammer. Tegelijk zitten we in België, dus met een begrotingstekort. Dat wil zeggen, er komt veel te weinig belasting binnen in de schatkist. En de regering heeft geen flauw idee hoe dat komt. Dus blijkbaar heel complex, wij snappen dat allemaal niet. Het is allemaal ingewikkeld en al. We zitten met een begrotingstekort van 2 miljard, 4 miljard, doet er niet toe, miljard, pff, toch niet veel. Hè? Goed. Maakt niet uit. Goed. April 2016. Om dat fatsoenlijk op een toch lichtjes onderhoudende manier te vertellen, wil ik dat graag met een metafoor doen. Een oude metafoor. Ik vergeleek een paar jaar geleden de manier waarop de grootbanken met ons als bevolking omgingen, met de ludieke stijlfiguur. Wij worden als het ware als bevolking in ons gezicht geswaffeld door de grootbanken, zei ik toen. Dus met de grote grootbankenpiemel zo in ons gezicht. Maar dat is zo hard in ons gezicht dat wij allemaal denken van, dat zal hier toch niet in mijn gezicht zitten? Nee, dat kan niet. Zit in mijn kop. Zal wel niet. Zal wel niet zo werk zijn. Dat was de kleine literaire stijlfiguur, de allusie die ik daarvoor hanteerde. Zo. Kleine metafoor. Goed. Iedereen weet nog wat zwaffelen is? Voor je uit. Voilà. Misschien voor de buitenlanders even toelichten. Swaffelen betekent met de half-erekte piemel iets of iemand beswaffelen. Een leidend voorwerp. Transitief werkwoord. Goed. Half-erekt is belangrijk trouwens. Je moet het gevoel hebben van een sok met zand in. Zo. Ja. Louter technisch, hè? Ten einde voldoende middelpuntvliedende kracht te ontwikkelen om de afstand te overbruggen. Dit is even een platter stukje, dat ik misschien moet waarschuwen. Dit stukje is een beetje plat, maar het is functioneel plat, moet je maar denken. Het is gelijk Jan Fabre, maar dan functioneel. Dus, als je zo denkt, deze is toch een beetje plat, nog niet half zo plat als wat er in realiteit met u aan het gebeuren is. Goed, het is functioneel. Het is ook een leuke activiteit gewoon. Ik geef het even mee voor de mannen die denken, ik wil dat toch eens proberen. Glas zwaffelen is heel aangenaam. Omdat dat zo... Dat blijft even plakken zo. Dat is een zeer aangename sensatie. Dat moet je eens doen. Thuis, hè. Niet de deuren van de Roma, Sabine. Thuis, hè. Gisteren hadden we wat slijmsporen hangen. Thuis. Maar dat is zo gelijk die speelgoedjes vroeger, die gelhandjes, dat je zo tegen een venster kon gooien. Zo.
Deze was niet meer functioneel, dat is voor de lol. Sorry. Goed. April 2016. Hier gaan we. Leuke man. De aanloop van april is een interview met de eregouverneur van de Nationale Bank die vertelt, er is nog ruimte voor extra belastingen in België. Quote, de gemiddelde Belg lijdt nog niet genoeg pijn. Dus dat is het opspannen van de piemel naar achter, klaar om losgelaten te worden in het gezicht. 2 april. Unizo roept de regering op om aan loonmatiging te doen. Jullie verdienen allemaal veel te veel, jullie lonen stijgen veel te snel, dat kunnen we allemaal niet betalen. Je moet allemaal een klein beetje realistisch blijven. Er moet nog geld overblijven voor die mandaten. Nee, toen wisten we dat nog niet. Loonmatiging. 24 uur later blijkt dat de topmanagers van onze Belgische Bel 20 bedrijven zelf gemiddeld 20% meer hebben verdiend dan het jaar voordien. Piemel is nu losgelaten en vliegt met duizelingwekkende snelheid richting rechterwang der bevolking. 3 april. De Panama Papers lekken uit. Wat stond er in die Panama Papers? Onder andere 700 Belgen ontduiken massaal belastingen via constructies in Panama. Dat moet ik ook nog even uitleggen. Belastingen, wat dat precies is. Dus belasting bij ons in België is een soort spel. Hè? Come on. Nee, ik betaal altijd al mijn belasting. Come on. Dus het spel is, de fiscus probeert zoveel mogelijk geld uit onze zakken te kloppen en wij proberen zo weinig mogelijk te betalen. Dat is het spel. Een soort scoutspel is dat. Dikke Bertha, eigenlijk. Zo één keer per jaar stellen alle Belgen zich op één lange rij. Hè? Met de aanslag. En dan 24 uur voordat de aanslag binnen moet, staan er daar 18 controleurs. Er roept er één, dikke Bertha. En wij proberen tussen de mazen van het net te glippen. We zijn er weer vanaf. Dat is het spel. En aan de iets wat gespannen sfeer voel ik dat er veel spelers in de zaal aanwezig zijn. Vanavond. Doen we allemaal. Ik en ook allemaal. Hè. Dat is belastingen in België. Dat is wat dat is. Nu, wat was het originele idee van belastingen? Dat was iets helemaal anders. Dat is onlangs ontdekt in oude geschriften. Dat was eigenlijk een keigoed idee. Het originele idee was dit. Iedereen legt een klein beetje van zijn geld, een klein beetje, niet een helft, een klein beetje van zijn geld bij in een pot. En daarmee kopen we dingen die voor iedereen belangrijk zijn. Wegen, infrastructuur, gezondheidszorg, onderwijs, dat soort dingen. Dat was het idee. Dat is totaal uit de hand gelopen. Wie zijn schuld dat is, dat weet ik niet, interesseert me niet, daar gok ik me niet over. Wat is nu het probleem van belastingontwijking en ontduiking? Dat is niet jaloezie, dat is niet het feit dat er rijke mensen op een waterscooter zitten in Panama. Interesseert mij geen hol hoeveel geld iemand anders verdient. Het probleem van belastingontwijking is, als niet iedereen bijlegt in de pot, moet de rest van ons nog meer bijleggen. Dat is het enige. Dat is een beetje gelijk dat je met 7 vrienden gaat eten op restaurant en de Kevin moet vroeger door, want die moet nog ergens anders naar een feestje, hè, in Panama. En ineens is de Kevin weg. Zeg, heeft de Kevin al betaald? Godverdomme, Kevin. Oké, goed. Even een pragmatische toelichting. Goed. Terug naar april. 4 april. Europa heeft beslist dat een 35 multinationals een klein miljard euro aan belastingen terug moeten betalen aan België. Die hebben een miljard korting op hun belasting te veel gekregen. De zogenaamde excess profit rulings. Kijk goed, want een miljard, toch al veel, en wij kwamen veel tekort. Dus alle kleine veeltjes helpen. Wat doet onze minister van Financiën, dus de mens die wij betalen met ons belastinggeld, die werkt voor ons, die gaat tegen die beslissing in beroep. Je zei, nee, ik moet dat nemen, dat miljard uit dat bij. Ik haal dat wel bij hun straks, stiekem, via van die klantingen. Stik het weg, ik heb het niet gezien, stik het weg. Is het weg? Ja, ik heb het niet gezien. Voilà. Dus op dit moment raakt de piemel de rechterwang van het gezicht. He? Er is piemelcontact. Goed. 7 april. De ex-kabinetschef en zijn collega van diezelfde minister van Financiën beginnen een privé-advocatenbureau met als grootste klant het verdedigen van die multinationals tegen de Belgische staat. Tegen ons. Dus die 2 Charles die wij destijds goed betaald hebben met belastinggeld om ervaring op te doen bij Financiën, gebruiken die 2 om tegen ons te procederen. Op dit moment trekt de piemel een snorretje onder de neus.
9 april. De begrotingscontrole is rond. Je weet nog, we kwamen veel tekort. Hè? En achteraf kwamen we nog iets meer dan veel tekort. Want een paar van die nieuwe belastingen hebben dan toch niet opgeleverd wat men had begroot. Wat je ook had kunnen weten als je me een show van vorig jaar had gezien. Beetje zelf ingenomen dit, maar... Wel waar, voor de mensen die hem gezien hebben. Weet je nog, de Caymantax, daar hebben we eens goed mee gelachen toen. Hè? De Caymantax, dan gingen we die Caymanen belasten hier in België. Dat deed toch 80% minder opgeleverd dan verhoopt. De speculatietax op aandelen, weet je dat nog? Speculatietax, die heeft uiteindelijk geen geld opgebracht, maar geld gekost. Hoe doet het dat? Hoe bedenkt je als overheid een belasting die u als overheid geld kost? Je hebt een subsidie bedacht eigenlijk, dan. Dat is alsof je naar een bakker gaat en dat je zegt, hier is een klein wit gesneden en hier is 5 euro. Is het niet... Huh? Zeg, en mag je eens vragen, wat doen die moslims daar te dansen in de hoek eigenlijk? Op dat gewicht zijn. Raar. Dus we kwamen nog iets meer geld tekort, maar geen probleem, de regering heeft geld gevonden. Wat gaan we doen? We gaan de accijnzen wat verhogen op diesel, alcohol, tabak, dat is altijd een goeie. En gelukkig valt er nog geld te rapen in de sociale zekerheid. Dus we gaan langdurig zieken sneller aan het werk helpen, we gaan de ambtenarenpensioenen wat naar beneden doen en we gaan proberen kindergeld af te pakken van asielzoekers. Ik hoop dat er de komende jaren nog heel veel asielzoekers naar België gaan willen komen, dames en heren. Want we gaan nog serieus wat kindergeld van die mensen moeten afpakken om aan die 2 miljard te geraken. Maar dat komt... Maar als daar een paar grote gezinnen bij zitten, dan komen we er wel. Goed. 10 april. In die Panama Papers komt een naam naar boven die de meeste van ons nogal bekend in de oren klinkt, omdat dat ons klauwen vol geld heeft gekost. Dexia komt naar boven. Haha, weet je dat nog? De Kachinxia. De legelijke kiekes, Xia. Die bank die wij de staats hebben gered met 3,4 miljard belastinggeld. En dan nog eens een miljardje erbij en een half miljardje terug, tweede erbij. Met vulver, dat heeft ons geld Dexia. Goed. Wat bleek dat die gedaan hebben, nadat wij die gered hadden met belastinggeld, die waren met een dochtervennootschap kampioen in het oprichten van offshore-vennootschappen in Panama. Er was geen enkel andere bank ter wereld die meer belastingontwijkende constructies bedacht dan de bank die wij met ons belastinggeld hadden gered. Dus op dit moment is de piemel alweer weg van het gezicht, maar er hangt nog een draad voorvocht van de neus naar het zich verwijderend lid. 16 april. Chris Peeters komt in een interview in het laatste nieuws vertellen: wij leven allemaal boven onze stand. Allemaal. Wat je nu voelt, is de zak die nog even nakletst zo. Die hadden we niet zien aankomen. 28 april tenslotte, we zijn er bekend, rustig. 28 april, je weet, wij gaan allemaal langer moeten gaan werken tot 65, tot 67. Jammer, het is nu eenmaal zo. There is no alternative. Je moet allemaal een beetje realistisch zijn. Ja, maar ik heb een zwaar beroep. Allemaal. Parlementen dat beslist, alle Belgen moeten langer werken. Ja, maar ik werk met een trein. Allemaal. Ja, maar ik ben facteur. Iedereen, oké? Iedereen moet langer werken. Iedereen, behalve, zo blijkt 28 april, de parlementariërs die dat beslist hebben zelf, die kunnen nog altijd op pensioen op 55. Nu, dat is een vergetelheidje, hè. Dat is even door de mazen van het net geglipt. Die mensen hebben het superdruk heel de dag. Die moeten overal door mandaten gaan en twitteren en zo. Dus diezelfde dag nog wordt er in het parlement een wetsvoorstel gelanceerd waarbij parlementariërs hun eigen pensioenleeftijd gelijk trekken met die van de rest der Belgen voor wie zij dat beslist hebben. En dat wetsvoorstel wordt weggestemd. Dat is nog even bij de poes gegrepen ook. Miauw! Wauw! Dat was april. Doe dat maal 12 in 2016. Huh? Ah,
Mits één kleine rechtzetting nog, dames en heren, want ik wil wel bij de feiten blijven. Ik zei in het begin van april dat er van die LuxLeaks belastingontwijkersaffaire geen enkel rechtszaak is doorgegaan. Dat is niet helemaal correct. Er zijn achteraf nog twee rechtszaken in doorgegaan. Namelijk tegen de twee journalisten die die gegevens naar buiten hebben gebracht. Die zijn veroordeeld tot 9 à 12 maanden voorwaardelijk. Ik had gezegd dat de sfeer naar de kloten ging zijn. Ik snap dat je stopt met dat journaal te zien. Ik snap dat echt. Echt waar. Ik snap dat je zegt, fuck it, ik ga mijn hypotheek afbetalen, barbecuen in de zomer en een huisje in de Provence misschien. En we zien wel. Ik snap dat echt. En, maar wat ik niet snap, of waar ik door gefascineerd ben, is dat politici die los door zo'n maand heen kunnen walsen. Alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Zo'n Chris Peters die een halverwege zo'n maand kan zeggen, goh, we leven met z'n allen toch een bieke boven onze stand. Of een paar weken later bijvoorbeeld, dat vond ik ook hilario, toen kwam hem vertellen dat hij een onderzoek ging instellen naar waar al die prijsstijgingen toch vandaan komen. Dan denk ik, Chris, checkt uw mails. Leest uw vergaderingsverslagen. Ik weet niet, we zullen eens zien. Even kijken. Je hebt de elektriek 50% duurder gemokt, het water 30% duurder, je hebt de accijnzen overal wat verhoogd. Tja, tja, waar komen al die prijsstijgingen hier toch vandaan? Dat is toch fantastisch dat je dat durft. Dat is gelijk alsof je je 's morgens zou insmeren met mest van kop tot teen, naar buiten wandelt, enkel gekleed in mest, teensletsen en een eclerke. En dan zo rondwandelt, binnenstapt bij een bakker en dan zegt, bakker, het raakt hier toch een beetje curieus, precies. En voor mij een klein wit gesneden en 5 euro. Dank je wel. Oh, en bakker, jij leeft een klein beetje boven uw stand. Zeg het maar. Fantastisch! Dat je dat gewoon durft zeggen, ik vind het waanzin. Is dat arrogantie? Is dat wereldvreemdheid? Oh nee, dat zijn rechters, dat kan al niet. Hè? Is dat mensenkennis misschien gewoon? Is dat weten wie dat wij Belgen zijn? Is dat goed weten dat Belgen gewoon mensen zijn die uiteindelijk toch weer dat bolletje zullen komen kleuren over 2 jaar? Want zo zijn wij. Je moet er toch nog toe, want anders krijg je een boete. Ik zeg er dan toch, ik zal dat bolletje maar kleuren, dat zeker. En als u zegt heel kwaad zijn, dan kleuren we eens een ander bolletje. En 4 jaar later, ik zal toch weer dat vorige bolletje maar kleuren, zeker. Is dat dat? Is dat mensenkennis gewoon? Is dat weten? Wat gaan wij doen? Wat gaan we doen? Protesteren? Willen we wat staken? Nog wat staken? Dat is de limieten bereikt, hè? Staken. Je kunt niet meer staken dan vorig jaar. Hè? Fysiek gaat dat niet. Je kunt per jaar maximum 52 verlengde weekends organiseren. Dat is al. Daar zitten we. Dus dat gaat niet. En na een tijd mocht u eigenlijk ook een beetje belachelijk, hè, met dat staken. Per ongeluk mocht u belachelijk, omdat het te veel wordt gewoon. Pak nu die cipierstaking. Ik wil het niet hebben over de reden waarom dat die cipierstaking. Ik vermoed dat die een reden hadden. De Belgische gevangenissen staan niet bekend voor hun mensenrechten. Hè. Wij zijn al 22 keer veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor onze behandeling van gevangenen en geïnterneerden. Dus ik denk dat die een reden hadden. Ik ben zelf ooit eens in een bak geweest voor een urken, voor een optreden. Ik mocht er terug uit, bedoel ik. In Wortel, dat is nog een goede bak. Maar ik kan u verzekeren, de Belgische gevangenissen, mensen die beweren, het gevang hier in België, dat is gelijk de nulton. Serieus? Ik weet niet wat voor Hilton dat jij kamers boekt, maar als je met 7 vreemde mannen op een kamer van 2 zit en je moet allemaal kakken in dezelfde nimmer, ik zou mijn geld terugvragen. Ik zou wel eens mijn best Westerin proberen dan. Hè? Dus ik vermoed dat die cipiers een reden hadden. Maar die staking werd belachelijk. Want die cipiers legden het werk neer. Die werden vervangen door de politie. De politie vond dat zo smerig dat die zelf begonnen te staken. Die werden vervangen door het leger. En het leger mag niet staken dus. Ah, losers. Die waren gesjareld. Belgisch leger moet altijd alles maar weer komen opkassen als niemand anders het wil doen. Hè? Het leger is een beetje de stagiair van België geworden. Zo. Het is te hopen dat volgende week de Groendienst niet begint te staken, want dan gooien we zo'n bataljon in het stadspark. En hoe vinden we die achteraf nog terug allemaal? Dus het leger mocht het weer allemaal gaan opkaasen. Maar het meest absurde moment van heel die staking vond ik toen een paar stakende cipiers niet op een vakbondsoverleg waren geraakt, omdat een trein ook aan het staken was.
Toen dacht ik, nu hebben we officieel een niveau van surrealisme bereikt waar zelfs René Magritte van zou zeggen, ik kan hier geen tekeningetje bij maken, man. Hier is een appel en een bolhoed, flans zelf maar iets in één. Echt? Je mocht je eigen belachelijk. Dus ja, en trouwens, weet je, wij Belgen, uiteindelijk betalen wij toch. Zo zijn wij. Wij zijn te rijk. Dat is ons probleem. En dat is een taboe, hè. Dat moet je niet zeggen. Niemand hier vindt zijn eigen rijk. Maar wij zijn bij de rijkste burgers op de planeet. Wij zijn zo rijk dat wij 6 regeringen kunnen betalen voor een land met evenveel inwoners als Parijs. Zo fucking... En nog een van de meest welvarendste landen ter wereld zijn. Zo rijk zijn wij. Eigenlijk zitten wij allemaal thuis in de zetel met de ramen open en de chauffage vol een bak. Thermostat op 40. Goeie temperatuur hier, hè. Zo rijk zijn wij. Want telkens als er een prijsverhoging wordt aangekondigd, dan reageren wij zo. Wat de fuck, ik zal dat dan wel betalen. Altijd. Die een turteltax, dat ging over 100 euro. 100 euro, 100 euro, zijn er al eens zot geworden, kinderen. Ik zal dat dan wel betalen. Die digitale elektriekmeter, 60 euro. Ik zal dat dan ook wel weer betalen, zeg ik. Altijd. Wij gaan mee in elke debiele logica voor een kostenverhoging ook. Elke verklaring die bij ons gegeven wordt, zeggen we, ah ja, tuurlijk, ja, dossierkosten. Ah ja, dat kost geld en een dossier, ja. Ik heb tegenwoordig de indruk dat alles wordt geschreven met een gouden vulpen op perkament tegenwoordig. Ah ja, dossierkosten, ja, dat gaat naar boven, ja, tuurlijk. Ja, dat is het ding. Nog één. Een paar weken geleden kondigde de regering aan dat ze alle verkeersboetes met 5% ging verhogen. 5%. En bij de verklaring stond er onder andere om ze meer in lijn te brengen met die van de buurlanden. En dat vinden jullie wel een valabele verklaring om je boetes op te trekken. Nou ja, boetes moeten een beetje hetzelfde zijn als in de buurlanden. Want anders komen al die buitenlanders hier te rap rijden als het hier goedkoper is. Of... Wat? We zitten bang voor dat hier straks volrijdt met Hollanders. Flits! Ja, toch 5% goedkoper, hè? Nee, hè. Dat is geen verklaring voor een prijsstijging van boetes. Voor melk en koekjes, niet voor uw boetetarief, hè. Ik zal het dan wel betalen. Altijd. We gaan gewoon, nee. Banken ook. De bankkosten gaan stijgen. Natuurlijk. Waarom? Eigenlijk wouden ze de rente mee negatief maken. Maar dat mag niet. Wettelijk is minstens 0,11. Dus wat krijg je nu? Je krijgt 0,11 rente en dan krijg je een hoop nieuwe kosten, waardoor het resultaat op het einde van de rit hetzelfde is, hè. Als er op het einde van het jaar van je 100 euro nog 98 overblijft, dan heb je 2% negatieve rente betaald. En die nieuwe kosten, daar zijn ze nu al ballonnetjes voor aan het oplaten. Zo. Af en toe lees je in de pers hoe een bank die laat vallen, achterloos. Bijvoorbeeld, oh, geldafhaling, dat kan natuurlijk niet gratis blijven. Dat is mijn geld, hè. Als ik dat kom afhalen, kom ik dat allemaal afhalen, hè. Wat dacht je al, dat ik dat van, hé hey mannen, gegeven is gegeven. Nee, hè. Dat ik met 100 euro naar een loket wandel. Hé hey mannen, doe het niet allemaal in één keer op. Stitsen, pak zelf ook iets. Nee, hè. Een zichtrekening is een schuld van de bank aan mij. Als ik die schuld kom innen, kom ik die helemaal innen. Ik snap niet dat wij er gewoon in meerollen van, oh ja, tuurlijk dat. Nog één, de spaarboekjes. We gaan de spaarboekjes garanderen tot 100.000 euro. Nee, alles, hè. Wat is dat voor een zeven? We gaan het garanderen tot 100.000 euro, die schuld. Dat wil ik u omgekeerd wel eens in uitleggen. Dat je naar de bank wandelt voor een hypotheek van 200.000 euro, ik ga hem garanderen tot 100.000 euro. Succes! Hey. Maar omgekeerd gaat dat wel, of wat? Blijkbaar. En ik zie een paar mensen zien. Van Peel, 100.000 euro, dat is toch al veel. Daar gooit het niet om. Die limiet is heel snel 50.000 of 20.000. Dat is maar één beslissing. Het gaat over het principe, dat is mijn geld. Als ik dat kom halen, kom ik dat allemaal halen. Dat wil ik u wel eens uitleggen aan een maffiabaas. Dat wil ik u wel eens uitleggen aan mevrouw Leemans. Dat je het gaat garanderen tot 100.000 euro. Hé, hey, ik denk dat mevrouw Leemans een derde knieschijf vindt in uw lichaam ergens. Moet wij niet? Oh, ik zal dat wel betalen. Ik denk dat onze verontwaardiging op is gewoon. Ik denk dat echt de verontwaardiging is op gewoon. Ik denk dat wij zoveel schandalen hebben verwerkt dat gewoon op is.
Ik denk, je moet maar eens zien in het nieuws. Telkens als er een nieuw schandaal is waar dat Gate of Leaks achterstaat, 2 dagen later zijn we dat vergeten. Dat is... Ik denk dat het originele zou uitlekken. Watergate. Dat zou de gazet zelfs niet halen. Watergate. Weet je nog wat dat was? Dat was president Nixon die een andere kandidaat afluisterde. Dat zou de gazet niet halen, daar. Hier een kwaaie tweet op hln.be. Dat is al. Zeg maar niet dat met je Watergate, klik, klik, like, share, allemaal de schuld van de wallen. Voilà. Zo. Dat is al. Watergate vandaag, dat zou evenveel verontwaardiging veroorzaken als de Panama Papers. Nihil. Evenveel als, stel nu, puur hypothetisch voorbeeld, dat de ING-bank 3500 banen op de tocht moet zetten omdat het zo moeilijk gaat met de sector en 2 weken later een kwartaalwinst van 1,3 miljard aankondigt. Want het gaat nogal goed met de sector. Nihil. Ik denk, of misschien beseffen wij gewoon dat we machteloos zijn. Misschien is dat. Hey, wat ga jij erom doen? Wat ga ik doen? Niks, hè. Braaf die hypotheek even betalen, blijft maar rustig en uiteindelijk hebben we naast. Dat is alles. Misschien is dat... Misschien beseffen wij dat onze politici machteloos zijn. Want ik mag eigenlijk niet zo kwaad worden op die mannen en vrouwen. Macht hebben die niet, hè. Wat is macht vandaag? Geld en jobs. Wie heeft er geld en jobs? Grote buitenlandse multinationals. En het enige wat onze politici nog kunnen doen is bidden en hopen dat die met dat geld en die jobs naar ons landje komen. En niet naar het buurlandje. Nee, kom naar ons landje. Wij zullen 2% minder belasting doen als je naar hier komt. Dat is al. Die zijn machteloos. Die machteloosheid blijkt de verklaring, de reactie van premier Michel op dat nieuwsfeit van ING-bank. 3500 banen op de tocht, 1,3 miljard kwartaalwinst. Toen antwoordde hij erop en mijn hart brak toen, dames en heren. Echt waar. Die zei dit. Ja... We zullen proberen om ons nog aantrekkelijker te maken voor de bedrijven. En ik vond dat zo erg, want dat was precies zo een vrouw met een blauw oog en een gebroken neus die zei, ja, maar hij ziet mij nog graag, ze. Dat was dat. Mijn hart brak en ik wou premier Michel vastpakken en zeggen, Michel, Michelin, hè. Kom, doe je lippenstift af, masker, je hebt dat niet nodig. Je moet je niet nog aantrekkelijker maken voor de bedrijven. Je trekt de verkeerde bedrijven aan. Elke vrouw hier weet dat. Hoe aantrekkelijker dat je maakt, hoe meer klootzakken dat je aantrekt. Dat zie je ook. Je trekt de verkeerde bedrijven aan, Michelin. Wat je eigenlijk wilt, diep in je hartje, hè, als je eerlijk bent, hè, dan wil je gewoon een brave, hardwerkende KMO. Dat goed zorgt voor je burgertjes later. Dat is wat je wilt. Niet zo een of andere buitenlandse rijke multinational dat alleen maar vraagt dat je zijn nationale interest is aftrekt achter 2C. Hè? En voordat je het weet, hè, Michelin, voordat je het weet, betrapt hem in je slaapkamer met een of ander jong Oostblokland met dikke taxvoordelen dat was tot de schudden met haar fiscaal achterpoort. Doe dat niet! Bam! Ik vond dat zo erg. Ik dacht, misschien moeten we wat aantrekkelijker maken voor uw burgertjes in plaats van voor de buitenlandse bedrijven. Maar ja, waarom zouden ze voor ons moeite doen? Waar zijn toch die hondstrouwe burgers die om de 4 jaar dat bolletje komen kleuren? Oh, ze zijn er nu toch ook. Het is nou helemaal zo. Hè? Heb je nog wat geld nodig voor een bank te redden? Hier is een paar miljard. Pak hem maar. Zie maar wanneer je dat eens terugbetaalt. Mogen we blijven nu? Waarom zouden ze voor ons moeite doen? Wij worden toch niet meer kwaad. Wij worden niet kwaad. Enfin... Ik overdrijf een beetje. We worden nog wel kwaad. Over de echt belangrijke dingen worden wij kwaad. Tuurlijk. Niet meer over alles. Niet over dingen gelijk onze socio-economische toestand of de toekomst van de kinderen. Dan niet. Maar over de echt belangrijke dingen. Dan Zwarte Piet, dat zijn we kwaad, godverdomme. Zwarte Piet, dat moet eens gedaan zijn. Dan moet de zun afblijven. Wie zijn zun? Zun, Zwarte Piet zelf. Hè? Die moslims, ik veel zun. Hè? Die anderen, verdomme. Dan zijn we kwaad. Of die burkinis, dat moet toch eens gedaan zijn. Zeg, al die burkinis hier, zit hier ook weer vol, zeker? Zijn dat gordijnen of zijn dat burkinis? Wat is dat hier, godverdomme? Zit overal tegenwoordig. Wat is dat? De Belgische kust zit vol. We hebben eens gecheckt, er zijn geen burkinis aan de Belgische kust. Ja, maar dat moet toch eens gedaan zijn, zeker? Komen ze om een wetsvoorstel lanceren in de Kamer. Verboden burkinis aan de Belgische kust. Er zijn geen burkinis aan de Belgische kust. Te laat, is goedgekeurd, is opgelost, is geregeld. Vlassig. Dat moet gedaan zijn. Dan zijn we kwaad. En dan zijn we blind van woede, blijkbaar. En dan zien we vaak niet hoe dat die woede een handig afleidingsmanoeuvre is. Beetje dat balken voor de labrador. Zie nou daar, terwijl het er hier van alles aan het gebeuren is. Zie nou, zeker bij die burkinis. Die burkinis, dat was echt duidelijk, hè? Want dat begon in Frankrijk.
heel die Burkini-rel. In Frankrijk, waar dat president Hollande er sinds zijn aantreden er 1 miljoen werkloze bij heeft gekregen. 1 miljoen. Zeg, meneer de president, hoe zit het met de economie en de werkloosheid? Wat is het plan? Zie, zie, die moet hebben een lang badkostuum aan. Zie, 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 zie. Oké, echt, serieus? En waarom zien we dan niet graag een burkini? Dat is van de moslims. Dat hebben we niet zo gaire. Maar dat kunnen we zo niet zeggen natuurlijk, want hey, wij zijn Europeanen, wij zijn geen racisten, wij zijn voor de mensenrechten en de vrijheid. En dus moeten er excuses worden bedacht waarom die een burkini niet kan. En het eerste excuus voor de burgemeester van dat Zuid-Franse stadje, waar alles begon mee afkwam, was dit. Het is niet hygiënisch, die burkini. In de zee. Nee, hygiënisch is daar niet, nee. Met die olietankers, die paapladingen, die pissende kleuters en die walviskak. Nee, die burkini, dat is de druppel dat de zee gaat doen overlopen. Ja, zit hem toen, maar het provoceert die burkini. Dan moeten we het verbieden, of wat? Tuurlijk, dat provoceert. Dat is een klein beetje raar, want 2 jaar geleden kwamen wij met 1,5 miljoen op straat om te protesteren voor een cartoon van Charlie Hebdo die je provoceerde. En toen zeiden wij allemaal, hey, moslims, provoceren in een democratie, daar moet het tegen kunnen, hè. Dus als een cartoon provoceert, moet er tegen kunnen. Als een stuk badstof provoceert, dan gaan we het verbieden. Ja, zit hem toen, maar het lokt agressie uit. Ja, sokken in crocs ook, hè. Het zal wel zijn. Pak je meer ook nog als je het mij vraagt. En en plus, sorry, maar het lokt agressie uit, dus gaan we de slachtoffers van die agressie beboeten in plaats van de aanvallers? Serieus? Gaan we blijven meelopen in die zieke logica van victim blaming? Hè? Dat is de schuld van het slachtoffer. Als je verkracht wordt, dan zal er wel een reden voor geweest zijn. Serieus? 1 op 5 Belgen vond afgelopen paar weken terug in een enquête nog dat sletterig gedrag of een kort rokje wel een oorzaak kon zijn van verkrachting. Serieus? Weet je wat volgens wetenschappelijk onderzoek de allergrootste oorzaak is van verkrachting? Verkrachters. Wist je dat? Dat bletsen van een rode draad is en zo. Bij elke verkrachting is er toch weer een verkrachter aanwezig, zeg. Zelfs zonder rokjes of slettergedrag. Serieus? Het is de schuld van het slachtoffer. Dat is toch een logica waar wij als mensen nogal snel in verzanden, blijkbaar. Hè? Dat deden we in Keulen ook 1 jaar geleden. In Keulen werd met oudjaar, vorig jaar, 500 vrouwen aangerand. 500. Ik weet niet waarom, misschien had Donald Trump er een feestje. Hè? Dat kan. Hallo, hallo, how are you? Hey. Hè? Misschien had hij een vuif samen met DSK en losse Paul van den Driessen. Dat in een soort hè? Losse polonaise deed. Miauw, 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 miauw. Kan. Hè? Want dat zijn we ook weer vergeten, blijkbaar. Nee, het waren de vluchtelingen. Bleek ook niet te kloppen achteraf. Het waren Noord-Afrikaanse migranten. Maar hey, fact-free politics. Gewoon blijven herhalen en dan wordt het wel een alternative fact. Waar het mij om gaat was de reactie van een burgemeester van Keulen op die aanrandingen. Die zei toen, ja, misschien kunnen alle vrouwen beter een armlengte afstand houden. Dames, het is alle schuld. Dat is een beetje een jammerlijke aanbeveling in Keulen, hè. Dat gaat er een klein beetje raar uitzien in Keulen. Als iedereen daar een gestrekte armlengte afstand begint te houden van elkaar. Och, dat is wel rare beelden. Dan zei ze, ja, als je dan nog wordt lastiggevallen, moeten we wat shotten. Dan blijven ze zeker uit de buurt. En dan... Echt. Jammer. En pas op, begrijp me niet verkeerd. Ik stond hier niet te praten voor een burkini, hè? Absoluut niet. Ik ben ook geen fan van een burkini. Ik ben eerder een fan van een monokini, afhankelijk van de situatie. Je weet wat ik bedoel. Maar ik stond hier wel te praten voor onze vrijheid, want dat is toch hetgeen waar we in het Westen zo trots op zijn, nee? En ook een klein beetje voor gezond boerenverstand, voor pragmatisme. Want zo'n burkini-verbod, dat werkt contraproductief. Dat weten we uit het verleden. Het enige wat dat burkini-verbod in Frankrijk heeft opgeleverd, is dat de verkoop van burkinis met 300% is gestegen in de weken daarna. Tuurlijk. Want zo zijn wij mensen. Als je tegen ons zegt, dat moet je niet aandoen, zeg maar, doe maar wel, jongen, fuck you. Zo zijn wij. Zo zitten wij in elkaar. Daar moet je rekening mee houden. Zo hebben we geprobeerd in België om nazisme te verbieden. Door dit te verbieden. Hè? Dit mag niet in België. Hè? Als je dit doet op een podium dat niet voor comedy is bedoeld... €500 dit.
Dus 1500. Hè? Ah ja. Zo werkt onze psychologie. Dus als je van die burkini af wilt, keigoed, maar dat gaat onderwijs en emancipatie moeten doen. De moeilijke weg, niet de politiek verkiesbare weg, maar de enige weg, vrees ik. En wat mij nog harder irriteerde aan heel dat burkini-verbod gedoe, en daar was ik wel echt kwaad van, waren de beelden die plotseling uit Frankrijk naar hier kwamen. Ik zag beelden uit mijn Europa, die ik voordien alleen maar in Saudi-Arabië en Iran had gezien. Ik zag beelden uit een stadje in Zuid-Frankrijk waar het leger door de straten patrouilleerde terwijl de politie op het strand kledingvoorschriften was aan het opleggen aan vrouwen. En het zijn de moslims die onze manier van leven bedreigen? Het zijn wij zelf blijkbaar, hè? Dat is toch iets dat we goed in de gaten moeten houden, denk ik, telkens als we bezig zijn over ons debatten van verlichtingen, normen en waarden. Er is nog nooit niet zoveel getetterd over onze normen en waarden als het afgelopen jaar. En telkens als daar iets van naar buiten komt, denk ik in eerste instantie, keigoed idee. Totdat ik het een beetje van naderbij ga bestuderen en dan stinkt het altijd weer naar putteke. Dan hangt er altijd weer een politieke geur aan. Pak nu die nieuwkomersverklaring van Etienne Vermeers. Hè? Hebben ze gelezen? Ah nee, de meeste van allen worden vrijgesteld van het examen waarschijnlijk. Nee, wij moeten ons niet gedragen, die nieuwkomers, die moeten zich gedragen. Wij hebben vrijstelling. Ik moet ze toch eens lezen, hè. Want op zich, ja, goed idee. Hè? Laat ons eens samen zitten en bedenken wat onze gedeelde waarden zijn. Dan kunnen die nieuwkomers zich aanpassen. Je moet het toch eens lezen. Hè? Want je moet een beetje eerlijk zijn hier. Wij Belgen, België is een tof landje. Wij zijn een goed land, het is hier goed leven. Wij zijn geen witte ridder van de mensenrechten. Hè? Integendeel, we zijn al 22 keer veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, voor onze gevangenissen. Wij duwen vluchtelingen terug naar Turkije, want dan moeten we ze geen Europese rechten geven. Wij zijn een land van bier, belastingontduiking en chocolat. Niet van de mensenrechten. Hè? Kinderen van de verlichting. We hebben amper nog verlichting op Dottelstraat, laat staan in de rest van de maatschappij. Een beetje nederigheid mag er wel. Maar als je die nieuwkomersverklaring leest, mensen, dan zijn wij een eiland van normen en waarden in een zee van barbarij. Blijkbaar is België een land waar dat mannen en vrouwen absoluut gelijk zijn. Die loonkloof, dat bestaat hier helemaal niet. Racisme, dat wordt hier niet getolereerd. Homo's worden met open armen ontvangen. Wij dansen met bloemen in ons haren rond de boom. Dat is een soort smurfland wat daar omschreven wordt. En dan denk ik, you can tone it down a bit. Hè? Je moet een beetje realistisch zijn. Waarvoor hebben we dat nodig? Ja, die nieuwkomers die moeten zich aanpassen aan ons. Hè? Want die komen van een totaal andere cultuur, jongen. Die van het Midden-Oosten. En waaraan moeten die zich aanpassen? Aan onze tradities. En welke zijn dat? De Joods-christelijke traditie. Die moeten die van het Midden-Oosten zich worden aanpassen. En van waar komt dat? Uit een Bijbel. Van waar komt een Bijbel? Uit Jeruzalem. Waar ligt Jeruzalem? In het Midden-Oosten. Ze moeten zich hier aanpassen aan ons. Het is grijzer dan dat. Het is ook niet zwart-wit, dat zeg ik niet. Maar het is wel grijs. En die nuance mis ik keer op keer op keer. Jongen, heb je de Koran al eens gelezen? Nee, ik heb de Koran niet gelezen. Niemand heeft de Koran gelezen. Zelfs die Syrië-strijders niet. Die hebben een samenvatting gedownload van het internet. Dat is al. Jongen, die Koran, jongen, dat staat vol met bloed en geweld. En dat past toch niet bij onze normen en waarden? En inderdaad, ja, in die oude boeken, daar staat veel bloed en geweld in. Dat is nu helemaal zo. Hè. Ik heb hier een passage gevonden. Het is een beetje grellig wel. Hij scheurt, vernielt, verplettert, bedekt met bloed en slijk. En zegepralend grijnst hij op vijands trillend lijk. Ze zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft. Zolang de leeuw kan klauwen. Zolang hij tanden... Het zou kunnen dat dat een andere oude boek is, deze. Maar dat moet een bloeddorstig volk zijn, jongen, inderdaad. Nuance, een klein beetje nuance. En die mis ik overal. Nog één. Het verbod op onverdoofd slachten. Weer al, klinkt keigoed in eerste instantie. Hè? Want dat is tegen dierenleed. En ik ben ook tegen dierenleed. Wat een beetje hypocriet is van mij, want ik ben ook een goede vleeseter. Hè? Maar ik ben wel tegen dierenleed. Maar ik heb jaren zo'n goeie stekje, zo vol signaal, vol bloed van een beest dat je bang gaat, dat je dat proeft, dat je dat afgezien. Tannines. Maar ik ben wel hè, voor de walvis en de zeehondjes. Hè? Dus ik ben daar hypocriet in, geef ik toe. Maar een verbod op onverdoofd slachten is geen verbod op dierenleed. Hè? Want pelskwekerijen vinden we nog altijd geen probleem. De jacht is ook geen onverdoofd slachten. Is dat zo? Is de jacht geen onverdoofd slachten? Ik heb er niks tegen, maar zo een eend half vol hagelpompen, die wordt aan een kilometer door een zatte labrador door een veld gesleurd, voordat er iemand je nek omwringt.
Braaf, Joke, los, Joke. Kom, Joke, geef je. Beetje grijs toch, niet? En het dierenleed van onverdoofd slachten gaat ook enkel over het dierenleed in de laatste 10 seconden van dat beestenleven. Het dierenleed in de rest van dat leven zitten we ook minder mee in. Het feit dat zo kalfjes met een kitting uit een baarmoeder moeten worden getrokken, dat er varkens zijn die nooit grasprietjes onder hun voeten hebben gevoeld, dat er beesten zijn wiens enige daglicht dat ze ooit hebben gezien op de camion van het slachtvervoer was, op de ring rond Antwerpen. Hè. Die worden dan met stokken van die camion de slachtvloer opgejaagd. Daar hebben er 5 een hartinfarct gedaan van de stress. En vlak voordat je stalen pin door dat beest zijn kop vliegt, stond hier ineens Ben Wijts te zeggen, ja, nu mag je hem wel niet meer afzien, hè. Serieus? Ik denk dat zelfs dat beest op dat moment die idee van gast, laat dit lijden eindigen, come on. Verdoofd slachten, dat is een beetje gelijk een groepsverkrachting met geurkaarsjes en knuffelrok. Mocht het niet veel beter, hè? En het laatste wat er door dat beest zijn kop schiet, is een stalen pin en het beeld van Ben Wijts. Dat is pas dierenmishandeling. Ik weet het niet. Want, nog eerder, verdoofd slachten klinkt keigoed. Maar het is niet hetzelfde als pijnloos slachten. En dat is toch hetgeen wat we bedoelen, denk ik. Maar die verdovingen zijn niet pijnloos, hè. De verdovingstechnieken die we voor die dieren gebruiken, gebruiken we toch niet voor onszelf, of wel? Een elektrische schok? Wie is er hier zo nog eens verdoofd geweest? Wie heeft er hier nog eens klaargelegen op een operatietafel? En dan hoorde, hier is Karel, uw anesthesist. En Karel heeft een autobatterij mee en 2 standkabels. Een dag. Tel langzaam terug van 10 naar 0. Pitje graas. En wederom, ik sta hier niet onverdoofd slachten te verdedigen. Hè. Integendeel, ik ben geen grote fan van religie. Ik vind ritueel slachten niet zo'n goed idee. Maar het ding met tradities is, en dat is eigen aan elke traditie, als je wilt dat die evolueert, dan moet dat van binnenuit komen. Zo is dat. Politiek niet zo tof voor de verkiezing, maar dat is de enige manier. Want als je van buitenaf druk zet op een traditie, dan krijg je een weerbots. Dan krijg je mensen die nog fanatieker en nog extremer worden dan ze al waren. Want ze hebben iets gevonden om tegen te vechten. Dat is met elke traditie zo. Dat is met Zwarte Piet ook zo. Zwarte Piet was een traditie die wij al 100 jaren hebben, waar dat niemand voor of tegen was. Totdat een paar mensen zeiden, hé, die Zwarte Piet, dat is racistisch, dat moeten we verbieden. Ineens worden we de grootste supporters en vrienden van Piet. Heel ons leven is gestoeld op die traditie van Zwarte Piet. Wat komt er? Dit raakt aan onze essentie. Waarom? Omdat dat ons traditie is. En dat evolueert al 100 jaren van binnenuit. Zwarte Piet vandaag is niet dezelfde als die van 100 jaar geleden. 100 jaar geleden had je geen sportsloefen aan, bijvoorbeeld. Want die sweatshops bestonden nog niet in Cambodja. Dus dat kan niet. In 1500 had Zwarte Piet geen stoomboot mee, want dat ding was nog niet uitgevonden. Dus dat evolueert, maar van binnenuit. Je moet niet als buitenstaander tegen ons komen zeggen, hé, die Zwarte Piet, dat is racistisch, dat gaan we verbieden. Dan zeggen wij, racistisch? Ah, oké, goed, dan maken we hem volgend jaar 2 keer zo zwart met een dikke gouden neusring en een banaan. Fuck you, jongen. Zo zitten wij in elkaar. Dus zo'n traditie moet van binnenuit komen en evolueren. En het zou tof zijn als het offerfeest een beetje diervriendelijker wordt en evolueert. En er mogen een paar imams wel eens van hun laie rij terechtkomen om er wat evolutie achter te steken. Het zou tof zijn als het offerfeest ooit mee een Belgische traditie wordt, gelijk Zwarte Piet. Hè? Want dat heeft een hele schone symboliek, het offerfeest. Je slacht een schaap, 1/3 van het vlees is voor u, 1/3 voor vrienden en familie en 1/3 voor arme mensen. Dat is een keischone symboliek. Als dat ooit echt een Belgische traditie wordt, dan is 1/3 voor u, 2/3 voor de fiscus en 1 pootje in het zwart. Hè? Ja, 2/3. Hè? Voilà. Dan leg je dat uit aan je controleur. Ja, dat beest dat 3 poten, dat is heel raar. Dat is gewoon... Ah. Nou, je ziet dat wel vaker tegenwoordig. Ja, dat is zo. Dikke perta! Voilà. En zo maken we samen van tofferfeest een nog tofferfeest. Ah, alleszins. Nuance en consequentie ook misschien.
Want wat mij mateloos irriteert aan heel die discussie over de verlichting en onze normen en waarden, hè, is dat de gasten die het hardst mekkerden over de verlichting dezelfde waren om onze burgerrechten het afgelopen jaar op een helling te zetten. En onze burgerrechten zijn rechtstreeks een gevolg van het verlichtingsdenken. Daar komen onze burgerrechten vandaan. Maar degenen die er het meest over aan het mikkeren waren over de verlichting, waren dezelfde die afgelopen jaar afkwamen met een Patriot Act, een noodtoestand, een beperking op de vrije meningsuiting of het opleggen van kledingvoorschriften aan vrouwen. Dan denk ik, als zo'n gasten nog tegen mij komen mikkeren over de verlichting, hè, stik de verlichting in uw gat, dan schijnt de zon er tenminste echt uit. Ik kan er niet aan. Omdat we goed moeten blijven kijken naar waar het gevaar precies ligt. Waarom zijn we bezig over onze normen en waarden? Omdat wij bedreigd worden. Wij worden bedreigd door terrorisme en door extremisme. Maar terroristen bedreigen onze vrijheid niet, hè? Terroristen bedreigen een paar van onze levens. Onze vrijheid hebben wij volledig zelf in hand. Er is geen enkele terrorist die daar aan kan. Maar blijkbaar zijn wij bereid om die vrijheid zomaar op te geven in ruil voor wat illusies van vrijheid. Of in ruil voor een paar verkiezingen. En dat zijn telkens heel kleine dingetjes dat wij opgeven. Telkens krameltjes. Maar als je wilt weten hoe snel zoiets uit de hand kan lopen, moet je gewoon even naar Frankrijk zien. Frankrijk is de pedalen al volledig kwijt, hè? Frankrijk zit al meer dan een jaar in de noodtoestand. Meer dan een jaar in de allerhoogste alarmfase van een land. De noodtoestand wil zeggen, het is oorlog, de Duitsers is binnengevallen. Het officieel verdrag voor de rechten van de mens geldt niet in Frankrijk. Dat is geschorst, want ze zijn in oorlog. Tegelijkertijd hebben ze wel de Tour de France en het EK voetbal georganiseerd. Want hey, een goed feestje, dat kun je niet laten gaan, hè? Wat is het nu? Is het gevaarlijk of is het veilig genoeg om 100.000 mensen naar uw land te laten komen? De realiteit is natuurlijk, geen enkele politicus durft die noodtoestand afschaffen, want als er dan iets gebeurt, is het hun politieke verantwoordelijkheid en de verkiezingen komen eraan. En dus hebben ze zichzelf vastgereden. Want helpen doet het niet, hè, die noodtoestand, blijkbaar. Het helpt niet om aanslagen te verijdelen of nog maar te zien aankomen. Dat blijkt wel uit het feit dat de allereerste keer dat president Hollande de noodtoestand ging afschaffen, 14 juillet was, de Franse nationale feestdag. Dat is de eerste keer toen hij zei, hierna gaan we hem afschaffen. Wat gebeurt er die noodlottige dag zelf? Een of andere zot rijdt met zijn camion in Nice een mensenmenigte in. Fuck, nu moeten we naar de supernoodtoestand. 13.000 extra militairen op straat. Wat gebeurde er toen? Twee terroristen vermoorden een pastoor in een kerk in Frankrijk. Shit, nou moeten we naar de ultra-supernoodtoestand. Toen vroegen ze aan burgers om zich kandidaat te stellen als reservist voor het leger. Je kunt niet meer en meer en meer militairen in je straten zetten, hè. Na een tijd blijven er geen burgers meer over om te bewaken. Ja, één burger, de president zelf, dat is hem dan. De laatste burger van Frankrijk, trillend in zijn Elysée. Je kunt je eigen er niet tegen beschermen met soldaten, waarom niet? Omdat terroristen van vandaag niet dezelfde zijn als 10 jaar geleden. Tegenwoordig kan elke debiel zijn eigen terrorist noemen, want IS eist toch alles op. Elke gebeurtenis in de wereld zegt IS, hé, hey, dat worden wij, hè. Elke ontplofte frietketel, hé, hey, dat worden wij, hè. Een Eyjafjalla jeukutel barst nog eens uit in IJsland, hé, hey, dat worden wij, hè. Ik bedoel, waar is de tijd dat je nog iets moest kunnen voordat je je eigen terrorist kon noemen? Waar is de tijd dat je nog een vliegdiploma moest hebben voordat je een lidkaart van Al-Qaeda kreeg? Dat is ook al lang gedaan, hè? Enfin, diploma. Je moest niet alles kunnen. Landen was niet zo belangrijk. Je moest toch iets kunnen. Mikken en vliegen, dat moest je toch al kunnen. Nu niet. Nu. Elke debiel met een keukenmes of een rabo-wc zijn eigen terrorist noemen. Dat is een beetje Al-Qaeda van den Aldi. Al-Qaldi is dat geworden. Dat is... Ik bedoel, die terrorist van Nice met zijn camion, die stond bekend bij de politie als vrouwenmishandelaar en oplichter. Dat is niet het cv van een religieuze extremist, maar van een presidentskandidaat, dat. En bij ons ook. Bleek dat er bij ons in de gevangenis nog 21 Syriëstrijders zaten die nog altijd doptrokken in de bak. En toen liet een RVA in hun reactie daarop weten dat, ja, die mensen eigenlijk zelf hadden moeten laten weten niet meer beschikbaar te zijn. Voor de arbeidsmarkt. Tegen dat soort debielen kunnen we eigenlijk niet beschermen met militairen, hè. En nochtans, de verklaring die Frankrijk gaf waarom dat ze in tijden van een noodtoestand toch een EK-voetbal organiseerde, klonk superstoer, hè. Om te laten zien dat wij ons niet laten doen door de terroristen. Ha! Serieuze landen, is dat de reden
Of is de werkelijke reden misschien dat een EK voetbal gemiddeld 1 miljard opbrengt voor een economie en 10.000 jobs genereert? Die je nogal hard nodig had, hè? Want je zet een onpopulairste president ooit. En als er toch een aanslag is, hé, ik heb de noodtoestand uitgeroepen, hè? Ik heb alles gedaan wat er kon. Is dat de ware reden misschien? Ik weet het niet. Maar laten zien dat wij ons niet laten doen, dat is fucking bullshit, hè? Wie dan nu nog durft verklaren, ik weet niet waar je gezeten hebt de afgelopen 2 jaar, niet hier in Europa, hè? Wij laten ons allemaal doen. Heel Europa laat zijn eigen doen. Weet u wie zich niet laat doen? De Turken. Die laten hun eigen niet doen. Turkije heeft een aanslag gehad op de luchthaven van Istanbul. 24 uur later waren die al back in business. 24 uur later waren die al terug kebab aan het snijden in de vertrekhal, bagage aan het inchecken tussen dat puin. Oh, hey, oh, is dat uw voet? Nee, dat lag hier al. Oh, sorry, leggen we terug. Dat is uw eigen niet laten doen. Dat kunnen wij niet. Wij zijn Westerlingen, wij zijn Europeanen. Wij zijn dat waanzinnig niveau van geweld niet gewend. Wij zijn bang. Allemaal. Wij zijn allemaal bang. Wij zitten allemaal in die fear van Franklin Delano Roosevelt. The only thing we have to fear is fear itself. In die fear zitten wij. Het aantal valse bommeldingen is verdrievoudigd in België. Als er ergens een kartonnen doos een kwartier onbewaakt staat, dan moet een half huizenblok worden geëvacueerd. Dat er in het station van Brugge de machinist zijn pensioen wil vieren door luid toeterend dat station binnen te rijden, dan vlucht half dat station blatend naar buiten in paniek. Wat grappig is en tragisch tegelijkertijd. Omdat wij bang zijn. Als er in de zomer in Brussel een Iraanse student rondwandelt met een dikke winterjas aan, met wat elektrische draaien het, dan worden 4 hazenblokken geëvacueerd en het leger gemobiliseerd. Wat een beetje de verantwoordelijkheid was van die student zelf, hè, dat geef ik wel toe. Ik bedoel, hallo, denk even na, terreurniveau 3, dan ga je niet als Iranier wat rondlopen zonder uw blanke begeleider erbij. Hè. Beetje gezond verstand. Maar deze voorval illustreert trouwens perfect het verschil tussen waakzaamheid en paniek. Want die student was een uur ervoor tegengehouden door 2 waakzame flikken. Die zeiden, meneer, wat ben je aan het doen? Wat is dit? Heb je papieren bij? Wat is zien? Oké, loop maar door. Dat is waakzaamheid. Paniek is een beveiligingsagent die het leger mobiliseert, 4 huizenblokken laat evacueren en de ontmijningsdienst belt. Om die gast 4 uur onder schot te houden. 4 uur! Die sprak vloeiend Engels. Maar ja, Brussel, hè. Alleen Frans of Nederlands. 4 uur! Die had een frak aan waar de Universiteit Gent Research op stond. Dan belt er toch eens iemand naar de Universiteit Gent, niet? En toen realiseerde ik mij, dames en heren, wat voor een eikels lopen er rond op de Universiteit van Gent. Wat voor een klootzakje van collega's heb jij op het departement stralingsonderzoek van de Universiteit Gent. Echt waar. Echt. We zoeken nog iemand om in hartje Brussel in terreurniveau 3 wat te gaan rondlopen met een verdachte frak met draaien het. Bart, Koen, nee, Ahmed, kom eens hier. Hey Ahmed, how are you doing, buddy? Great, great, great. Hey, you speak French? No? Perfect, buddy, all right. Hier, put je frak maar aan. Echt waar, jongen. En dan 4 uur met de collega's naar het journaal zien met popcorn. En lachen. Lachen. Zij dan echt met in zijn onderbroek, jongen. Het is niet met bollen aan. Ik heb het gezegd. Kom, 20 euro. 20 euro. Leg je. Kom. Echt waar. Hallo? Nee, kennen we niet. Sorry. Boeren, jongen. Wij laten ons niet doen. Wij laten ons allemaal doen, man. Wij zijn bang, ik bedoel. En wij proberen dat op te lossen met maatregelen die geen maatregelen zijn. Maar wij zijn allemaal bang. En ik vraag me echt af hoe ver dat wij nog willen gaan ermee, weet je? Hoe ver willen wij dat nog laten gaan, al die zaken? Ik bedoel, telkens als wij een probleem hebben hier, dan proberen we het op te lossen met wat debat. En 2 dagen later zijn we het kwijt. We laten ons gewoon allemaal doen. We bouwen terug muren in de wereld ook. We sluiten de grenzen af. Binnen Europa. Binnen Europa. Dat was het idee, hè, van Europa. Zonder grenzen. We sluiten de grenzen terug af. Het is te zeggen, die ene grens met Frankrijk is dicht. Hè. Die in Rekken, die 180 anderen zijn open. Maar als ze hier in Rekken passeren... Haha.
Dan hebben ze ze, dames en heren. Dit verwachten ze nooit. We gaan ze goed op voorhand zien aankomen ook, want ze gaan al een half uur in de fil staan tegen dat ze hier zijn. Echt? Ja, kom aan. We bouwen terug muren in de wereld ook en daar lossen we niks mee op. Hè. Grensmuren, we vinden dat normaal vandaag. Maar normaal is dat niet, hè. Sinds de muur van de Chinese muur en de muur van Hadrianus is dat niet normaal. In 1945 stond er in heel de wereld één grensbarrière. Eén. In Berlijn. Die hebben in 1961 hebben er de muur van gemokt. Die hebben terug afgebroken, want hey, we gaan wel vooruit met de mensheid. Vandaag stonden er 50 nieuwe. 50 grensmuren in de wereld. Driekwart de omtrek van de wereldbol in lengte. Die niks tegenhouden. Hè. Als je echt denkt dat zo'n muur een terrorist of een migrant tegenhoudt, dan zit je een klein beetje naïef. Dat is ons idee. We bouwen gewoon een muur en we gaan aan de andere kant zitten wachten met onze vingers in onze oren. En als we maar lang genoeg hier wachten, dan gaat de boze man met de baard wel van zijn eigen terug weg. Serieus? Achter zo'n muren, problemen lossen zich niet op, die stapelen zich op. Hè. En op een dag klotsen ze erover. En toch bouwen we muren in de wereld en muren in onze kop. Fact-free politics. De feiten interesseren me niet meer. En ik ben echt benieuwd hoe ver dat wij hier nog bereid zijn om te gaan. Hoeveel van onze zuurverdiende vrijheid willen wij nog opgeven in ruil voor die illusie van veiligheid? Dat vraag ik me eigenlijk echt af. Hoeveel van onze waardigheid willen wij nog inruilen voor die illusie van veiligheid? Die vraag stel ik me telkens als ik het vliegtuig ergens pak. Want vliegen met vliegtuig, ik heb het gehad. Hè. Echt, de laatste keer dat dat plezant was, was ik zo groot. Jee, vliegen! Nu is dat, oh kijk, we moeten met vliegtuig. De vernederingen dat wij ons opleggen aan die security check-ins, man, daar is mijn medisch onderzoek van school niks tegen. Hè. Blaas eens op een wandje, allee, zo eens voelen, voet eens naar over, allee, kom. Echt. Wat ik de laatste keer heb meegemaakt in Egypte, ik was fucking ziedend kwaad. Ik was vorig jaar na een tournee een weekje naar Egypte gegaan. De dag dat we terugvlogen, was er ergens in de wereld weer iets gebeurd met een vliegtuig. Dus moet de security naar boven, want we moeten de mensen laten zien dat we ermee bezig zijn. Wat ik toen heb meegemaakt. Wij kwamen met dat busje aan de luchthaven van Marsalam, Egypte. Het was pre-checking, dus we moesten allemaal uitstappen. De bagage werd gecheckt en we werden gefouilleerd. Dan gingen we naar het luchthavengebouw. Voordat we binnen mochten, werden we gefouilleerd en de bagage werd gecheckt. Dan kwamen we aan de check-in, waar we even werden gefouilleerd en de bagage werd gecheckt. Ik ben daar op een kwartier tijd meer betast door stinkende, zwetende venten dan in heel mijn misdienaarcarrière bij je, hè. Toen moesten wij aan de check-in, en ik verzin dit niet, heel ons valies in een grote plastieke zak steken. Voor de veiligheid. Heel ons valies in een grote plastieke zak, knoopje er rond, spanbandje er aan, voor de veiligheid. Want als de bom afgaat, zit hem tenminste nog altijd in een plastieke zak. En die moesten we bijhouden, die zak. Daar mochten we niet afgeven aan een check-in, moesten we bijhouden tot aan het vliegtuig. Moesten we mee rondlopen dus. En waar zitten de wielkes van uw valies? Mee in die plastieke zak. Oh, dat was plezant, dames en heren. Oh, 180 man, allemaal met hun zware plastieke zak. Oh, de sfeer was goed, hè? Was ik nog zo blij dat ze slim genoeg waren van een doorzichtige plastieke zak ervoor te gebruiken? Want ik zag het al gebeuren bij de landing in Zaventem op die transportband. 180 identieke zwarte vuilzakken. Zoekt u valies maar, het is een spel vandaag. En dan waren we dus nog niet aan de security check-in met onze zakken. Dan stonden er allemaal achter elkaar te wachten aan de security. Op hun sokken, op een tapijtje, een volwassen man. Met zijn grote plastieke zak in zijn ene hand. Zijn schoenen onder zijn ene arm, zijn laptop onder de andere. Zijn klein doorzichtig zakje met zijn shampoo's voor de veiligheid, hè. Ik zou niet willen dat er een terrorist met vette haar op het vliegtuig zit, natuurlijk. Te hopen dat dat poortje ze biedt niet. Tiet, tiet, tiet. Ja, we gaan nog eens fouilleren. Ik was kwaad. Had er toen nog een terrorist had gedurfd van Allahu Akbar te roepen, ik had hem meteen getrokken like een natte gazet. Hoe ver willen wij nog gaan met... Had er ooit aliens landen op aarde en die landen per ongeluk op een vliegveld, die zijn terug naar huis. Had die ooit landen om die security check-in te zeggen, er is geen intelligent leven op deze planeet, wij zijn hier weg. Fuck dat, echt. Schreef in dat rapport maar niks te zien op aarde. Voordat je het weet, staan we ook op ons sokken allemaal gelijk een debiel met een zak. Kom, kom. Kom, we gaan naar Mars. Ik zie of dat David Bowie nog een plaat uit heeft. Echt waar. Hoe ver willen wij nog gaan? Er is nog nooit ergens in de wereld een terrorist tegengehouden om de security check-in van een luchthaven eenderd waar, hè? Nog nooit.
Maar wij blijven maar meegaan in die hysterie, in die veiligheidshysterie. En dit is nog een voorbeeld van hoe dat die hysterie kan uitmonden in iets dat irritant is en absurd. Maar soms mondt het uit in situaties die nog gevaarlijker zijn. En dan moeten we zeggen, stop, hè. Dan moeten we de ratio laten zegevieren over de emotie. Die maatregelen die getroffen werden na die aanslagen op Zaventem, die preaching, dat wit tintje met die massa volk ervoor, dat was een fucking schande. Dat was levensgevaarlijk. Het veiligheidsgebouw, het luchthavengebouw is veilig. Ja, niet moeilijk, er stond een menselijk schild voor. En toen zeiden ze, ja, die pre-checking, dat is wel wat gevaarlijk. We zullen een pre-checking doen. Hè? Op de afritsavond in de ring, dan gaan we daar al controleren. En dan kunnen we te voet met je valies over tot de straat voor de veiligheid. Hè? Zeiden ze, ja, dat is misschien toch ook een beetje gevaarlijk. Kunnen misschien uw valies een dag op voorhand inchecken? En kunnen misschien zelf 2 dagen op voorhand? Of weet je wat, blijf thuis. Blijf gewoon thuis voor de veiligheid. Kregen wij topaanbevelingen van de Belgische overheid. Probeer massa's te vermijden. In Vlaanderen, het dichtst bevolkte gebied ter wereld. Dus begon iedereen massa's te vermijden. Vormden zich hier een nieuwe massa-volk die druk bezig was met massa's te vermijden. Zeiden ze, fuck, nieuwe massa. Dus toen zeiden ze, weet je wat, probeer massa's te vermijden, maar niet allemaal tegelijkertijd. Want we moeten toch laten zien dat wij ons niet laten doen. We laten ons allemaal doen, mensen. Echt. En met een hoop maatregelen waarvan dat we weten dat ze niet helpen. Hè. Een hoop van die maatregelen zijn om te laten zien dat de regering ermee bezig is. Dat geven ze zelf toe. Militairen op straat zijn keitoffe gasten, maar helpen doe je het niet. Hè. In Frankrijk worden die gasten zelf een doelwit zelfs. Maar weet je wat dat goed voor is, die militairen op straat? En dat meen ik echt. Dat is goed voor de 53% van ons die zich veiliger voelt nu. Oké, het is een placebo, een dure, maar ik wil dat betalen. Gevoelens zijn heel belangrijk. Ik vind het alleen een beetje pervers dat we nu een regering hebben die plotseling bezorgd is om de emoties van de bevolking. Nu wel. Als het over terreur en angst gaat, dan luisteren we naar de gevoelens van de bevolking. Als er een kleuter aanspoelt op een strand in Turkije, dan mogen we niet emotioneel reageren, dan moeten we rationeel zijn. Het is hard, maar het is nu eenmaal zo. Dat is de werkelijkheid. Maar als het over terreur en angst gaat, dan volgen we die emoties. En dat loopt uit de hand, hè. Verkiezing na verkiezing loopt dat uit de hand. In Amerika wordt er vandaag per slachtoffer 50.000 keer meer uitgegeven aan terreurbestrijding dan aan kankerbestrijding. 50.000 keer meer per slachtoffer. Aan maatregelen die niet helpen, hè. Die ons niet beschermen tegen dat soort gasten, tegen die drijfvoorhopen die een aanslag op Zaventem hebben uitgevoerd. De man met het vissershoedje en de 2 mannen met de 1 handschoen. Beetje de marginaalste boysband ooit. Koop dan 3 hoedjes, hè. Wat kost dat nog in de krak? Voor een foempe zijn dat. We gaan een aanslag doen. Ik heb vermommingen, hoed en handschoenen. Oh, we hebben niks. Oh, allemaal iets dan. Hè. Oh. Echt waar. Hey. En hoe zijn we die Charles op het spoor gekomen trouwens? Niet met allerlei high-tech spionage. Hè. Niet met nummerplaatscanners. Gewoon met een taxichauffeur. Een taxichauffeur die zei, die gasten deden een beetje verdacht. Want ik ging die ophalen met mijn taxi en die hadden 5 valiezen bij. En ik zei, ik heb maar plaats voor 3 valiezen. En die zeiden, oh, 3 is ook goed. Wanneer is dat ooit ook goed? Dat is nooit ook... Ik moet eens aan mijn lief wijsmaken dat die een beauty case echt niet meer mee kan. Dat is niet ook goed, dat is een drama, dat is wat dat is. En die andere debiel van het jaar, de Salami Abdeslami, ken hem nog? De meest gezochte terrorist van België. Daar hebben we heel het land 4 maanden naar gezocht. 4 maanden. En we zetten hem op 500 meter van hem thuis. Die had nog wifi van hem thuis. Had hem nog. En hoe hebben we die opgepakt? Met een pizzacourier. Die zei, ik moest verdacht veel pizza's leveren. Pizzacouriers en taxichauffeurs. Dat is de voorhoede van onze Belgische antiterreurbestrijding. Echt waar. Toen hadden we de salami opgepakt. En toen twitterde Frank en Theo superstoer. We hebben hem. We got him. Alsof we Saddam Hussein zelf uit zijn gat hadden getrokken. Alsof we de Osama Bin Laden van België hadden gepakt. Terwijl de salami was de grootste loser van de hoop. Dat was degene die zijn eigen niet heeft durven opblazen. Dat is wie dat was. We hebben hem. We hebben hem. Maar, liet premier Michel onmiddellijk weten, maar de strijd tegen terreur is nog niet voorbij.
En ik had mijn Hawaii helemaal aan en mijn valies half dicht. Michelin. Maar wij. We hebben hem toch. De strijd tegen terreur is nog niet voorbij. Thank you, Captain Obvious. Hey, dat je dat durft twitteren gewoon. Tuurlijk is die niet voorbij. Die is nooit voorbij, hè. The war on terror, dat is wat George Orwell bedoelde met perpetual war. Eeuwigdurende oorlogvoering. Dat is de oorlog tegen terreur. Een van die speeches van Kennedy waarover ik het in het begin van de show had, die gaat als volgt. Dan staat hem voor de Verenigde Naties en hij zegt... Terror is not a new weapon. It has been used throughout history. Kennedy, 1961. De strijd tegen terreur is nog niet voorbij. Charles Michel, 2016. Dit is nooit niet voorbij. Hier ook niet, hè. Wij zitten al meer dan 2 jaar in terreurniveau 3. 2 jaar in het op één na hoogste terreurniveau dat er is. En de laatste keer toen het ook had dat niveau bevestigde, zeiden ze erbij... We zitten in niveau 3. Dat is nog steeds een uitzonderlijke situatie. Bullshit, hè. 3 is geen uitzonderlijke situatie. 0 is een uitzonderlijke situatie. 0 is zo uitzonderlijk dat het zelfs niet bestaat. Wist je dat? Terreurniveau 0 bestaat niet. Het laagste niveau is 1. De dreiging is laag. Dat is het allerlaagste. Dus ook als de strijd ooit voorbij is en er is geen dreiging meer, is de dreiging nog steeds laag. Voor dat soort logica klap ik wel met die van ons, hè. Wat is er? Niks. Dan weet ik, niveau 3, hè. Ja. Nonsens. We zijn er niks mee, hè, met dat dreigingsniveau. We zijn er ook echt niks mee met dat dreigingsniveau te weten. Niks, hè. Valt het jullie ook op dat dat dreigingsniveau altijd pas verhoogd wordt nadat er iets gebeurd is? Dreigingsniveau is geen indicatie van de dreiging, maar een soort waardering van de laatste gebeurtenis. Zo. Een soort recensie, dat is wat dat is. Inval in verviers, 4 sterren. Hoppakee, niveau 4. Placebo's zijn dat. En militairen op straat ook. Nog eens, toffe gasten. Hè? Maar op Zaventem liepen ook militairen rond. Die hebben die gasten niet kunnen tegenhouden. Tuurlijk niet. Het leger dient om ons te beschermen tegen een buitenlandse vijand. Niet om voorlopen met vissershoedjes uit de menigte te halen. Hè. Nochtans, de dag na die aanslagen kwam Bart Wever heel trots vertellen alle chance liepen er militairen op Zaventem. Alle chance. Want die hebben onmiddellijk daarna gewonden kunnen verplegen. Ja, dat is keigoed. Maar dat is geen argument voor meer militairen, maar voor meer verplegers op straat. Wat trouwens... Maar een veel griezeliger beeld zou zijn ook, hè, trouwens. Het hier vol liep met verplegers overal zo. Op elke hoek van de straat, rode kruistintje, 2 gasten erbij. Wat stonden jullie hier te doen? Dat gaan we nog wel zien. Ja. Als je ons toch wel bang houden, doe het dan pragmatisch ineens. Want helpen doen we het niet, hè. En pas op. Het is niet dat we ons niet nog beter kunnen beschermen. Het is niet dat we geen maatregelen moeten treffen of zo. Het is niet dat we geen lessen hebben getrokken uit die aanslagen in Brussel. Dat hebben we wel, hè. Maar die gaan niet over nog meer camera's of nummerplaats scannen of iedereen al zijn vingerafdrukken afgeven. Weet je wat de belangrijkste les is die wij geleerd hebben uit die aanslagen in Zaventem? Blijkt nu uit onderzoek. Wat onmiddellijk eigenlijk de nieuwe eerste maatregel zou moeten zijn? Dat is, hè. Dat als Turkije een fax stuurt waarin staat we sturen een gevaarlijke terrorist jullie richting uit, misschien een goed idee om die op te pakken en je leest je fax, dan kun je veel voorkomen. Dat is les 1 dat wij getrokken hebben uit die aanslagen. Lees de fax! Koop een fax, dat ook. Want de Turken sturen blijkbaar nog altijd faxen naar België, dus koop een fax. Ik hoop dat wij een fax hebben in België. Ik hoop dat er bij staatsveiligheid nog een oude faxmachine staat. Dat hoop ik echt. Ik hoop niet dat er nu een modern telefoontoestel staat waar iemand elke dinsdag een vreemd telefoontje kreeg uit Turkije. Hallo? Oh, chef, dat is dat Turks weer, hè. Hallo? Alleen Frans of Nederlands? Komt een fax?
En lees de fax. En dat bedoel ik metaforisch natuurlijk. Want dat is niet één man die valt, dat is een systeem. Ik bedoel, gebruik de informatie dat er is. Communiceer met andere diensten. Wissel informatie uit. Daar komt het altijd weer op neer. Want achteraf bleek die fax niet de enige fuck-up te zijn. Bleek dat de Griekse geheime dienst een jaar op voorhand aan België had laten weten dat er plannen van Zaventem waren gevonden op een terroristenappartement in Parijs. 6 dagen voor die aanslagen had een FBI aan Nederland laten weten dat die Bakraoui-fuckers gevaarlijk waren. De dag zelf was de NMBS al aan het ontruimen, terwijl de metro nog van niks wist. En deze opluisting leert ons 2 dingen. Ten eerste, Van Peel, het is altijd makkelijk om achteraf met dat soort conclusies te komen. Dat is waar. Dat is zeker waar. Maar de tweede is, lees de fax! Lees de fucking fax. En dan heb je al die nieuwe high-tech maatregelen niet nodig. Want sinds 9-11 heeft Europa al 200 nieuwe maatregelen tegen terreur uitgevaardigd. 200. En telkens dat er ergens iets gebeurt, trekken we er 10 nieuwe uit ons gat. Na die aanslag op die kerstmarkt in Berlijn gingen we ineens weer alle passagiersgegevens van de bus en de treinen bijhouden. Alsof dat iets kon veranderen. Jan Bon stelde voor om alle vingerafdrukken van de Belgen te verzamelen. Want je was in Marokko toen en hey, dat doen ze daar toch ook, dus waarom niet? Je weet wel, Marokko, dat lichtend voorbeeld voor de mensenrechten. Hè? Laten we daar naartoe gaan vooral. Wat gingen we nog doen? Anonieme simkaarten hebben we afgeschaft. Och, dan hebben we ze, dames en heren. Geen Belgische anonieme simkaarten meer. Dan moeten die terroristen helemaal naar het buitenland van België voor een simkaart. En dan moeten die hier roamen. En dan krijgen we die wel klaar met roamingkosten. Is dat het plan, of hè? Waar de stadsveiligheid valt, krijgen Telenet en Proximus die fuckers wel klaar. Tot juni, toch. Of wat gingen we nog doen? Onze grondwet. Wat wil je aanpassen? Onze grondwet. Niet die van de terroristen, hè. Die van ons. De grondwet is de enige wet die ons vrijheden geeft in plaats van plichten oplegt. Dat is al 100 jaar onze bescherming tegen een overheid. Ja, maar ja, hey, voor terreur moeten we dat kunnen aanpassen. Hè? Voorlopige hechtenis, we gaan dat verdrievoudigen. Dat moet allemaal kunnen. Of mijn favoriet, toen heb ik echt gelachen. De regering gaat 1000 nieuwe camera's met nummerplaatherkenning installeren. Tegen, en ik citeer, terroristen en wegpiraten. Dat is nogal een breed scala van criminelen, vind je niet? Terroristen en wegpiraten. Wegpiraten heb ik altijd een raar woord gevonden trouwens. Wat is dan een wegpiraat? Een gast in een BMW met een baard, een zotte hoed en een papegaai. Flits, flits, flits. 1000 camera's tegen wegpiraten natuurlijk. Hè? Maar alles waar je in dit land en terroristen achter zit, dat verkoopt gelijk zoete broekjes. Oh, daar durft niemand iets tegen te zeggen. Dat wordt direct populair aanvaard. Dat ga je binnenkort nog zien verschijnen in reclamefilmpjes, dat argument. De App 2000. Koop hem nu voor platte buikspieren en goed tegen terroristen. Oh, dat moet ik hebben. Hallo. Echt? Gaan we dat doen? De nummerplaten van Dotto scannen tegen terroristen? Oh, dat is een goed idee. Hadden we dat maar gehad, dames en heren. Wat gaan ze dan doen als ze geen aanslag kunnen plegen met hun auto's, zeg? Er kwamen er 3 met een taxi naar de luchthaven. Er ging er 1 te voet terug met een zotte noot op en de 4e zat in de metro. We gaan de nummerplaten van Dotto scannen. Dat is het enige wat ze niet hebben gebruikt. Je moet geen nummerplaten scannen, je moet hoedjes scannen. Dat moet je doen. Zitten Janik Kazaltjes op de luchthaven als de fashion police? Die en al die gasten er wel het. Dat klopt niet. Woe, 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 woe. Dat is van de krak. Echt. En met elk van die nieuwe maatregelen geven wij, niet zij, wij kruimeltjes op van onze privacy, onze burgerrechten en onze vrijheid. Kruimeltjes, klaandingen. Elk van die maatregelen dat ik vernoemde is niet erg genoeg om u druk in te maken. Maar dat is het begin van een hellend vlak en aan het einde ervan ligt een kruimeltapijt waarvan we ons gaan afvragen hoe de fuck zijn we hier ooit gerokt. Frankrijk zit hier al halverwege. En we kopen er niks voor, stapje per stapje. Kopen er niks voor, hè? Voor die nieuwe maatregelen. We kopen er geen veiligheid voor, geen zekerheid, geen surveillance zelfs. Op basis van die nieuwe maatregelen hebben ze afgelopen zomer een grote antiterreurinval in Brussel gedaan. Weet je dat nog? Grote inval in Brussel tijdens het EK. 40 mensen gearresteerd en 152 garageboxen opengebroken. En ze hebben niks gevonden. Niks illegaals. Geen drugs, geen wapens, geen kogeltje. Hoe doe je dat? Hoe breekt jij 152 Brusselse garageboxen open zonder iets illegaals te vinden? Dan moet het toch al juist die 152 zijn waar dat niks in zat, hè?
Zijn je zeker dat er op dat bladje niet stond? Allemaal behalve deze 152? Als ik in de stad hier eender welke garagebox opentrek, ik vind twee blaffers, een kilo krak en een illegaal. Hoe slaagde jij erin? Van niks te vinden. Och, maar we hebben het allemaal in de gaten, dames en heren. Oh, we surveilleren alles. Camera's, nummerplaatherkenning, militairen. Heel Brussel, we hebben het goed in de gaten. Serieus? Ja, ja. Niets ontsnapt onze arendsblik. Hoho, we hebben het opgekust. Nou wel, dan vind ik dat fascinerend, dames en heren. Hoe dat er iemand in slaagt om in hartje Brussel, in terreurniveau 3, op de gevel van een huis, een piemel van 6 meter hoog te schilderen. En niemand heeft dat gezien. Niemand. We hebben alles in de gaten. Er is iemand een piemel van 6 meter hoog. Wat verdikken een piemel van 6 meter hoog, zeg. Ja, dat hadden we niet gezien. Echt. Man, man. Van die piemel, dames en heren, daar word ik altijd gelukkig van. Echt. Ik meen dat. Om die piemel, ik trek me er aan op. Ah, ik hou me er aan vast. Je weet wat ik wil zeggen. Als ik die piemel zie, dan denk ik... Godverdomme, tenminste toch één iemand dat zijn eigen niet laat doen. Dank u. Merci. Massa komt massaal op straat, bij regenweer of zomerzon. Niet om hun idealen, maar om te jagen op een Pokémon. Er kwam veel commentaar op die Pokémon. Veel mensen vonden dat schandalig. De Russisch-Orthodoxe Kerk onder andere die zei... Pokémon koppelt mensen los van de werkelijkheid. Zei de Russisch-Orthodoxe Kerk. Die homohaters in vrouwenjurken die wierook offeren aan hun tovergod. Hè? Nee, Pokémon, dat koppelt los van de... Oh, oké. Okay. Precies zelf een binnen Pokémons, eigenlijk. Wie kan die vlucht met wat hij heeft? Duikt onder in een veilig land. In Panama of in Bahama. Of in Luxemburg of Zwitserland. De Russen spuiten doping in elke dikke atletenbil. En de Belgen winnen massa's goud op de Spelen in Brazil. Hey! Goeie nieuws. En je ook een schouw vliegen. Daar gaat het toch mee moeten doen, vrees ik. En trouwens, het waren echt goede spelen, goede Olympics. Hè, mensen, de beste in 20 jaar. Keiveel gouden medailles gewonnen. En de Paralympics waren ook weer heel goed. We hadden goud voor paardrijden, dressuur. We winnen elk jaar met onze Amazone, Michelle Georges. Dit jaar ook goud. En ik heb dat toen gezien met dressuur. En zei eerlijk, het is Paralympics. Je kijkt ernaar en je zoekt wat dat er aan clocheert of zo. Maar je zag daar dus niks aan. Hè? Nee, dat was gewoon een hoofd, vier benen, gelijk een normaal paard. Was niks aan te zien. Ah, joh, raar. Oh, toch Paralympics. Enfin, dat liep een beetje raar, maar dat is dressuur, blijkbaar. Oei, speciaal paard, maar dat is gewoon goud. Tada. Gouden medaille. Waardoor de Belgische ambassade trouwens, en dat is echt gebeurd, onmiddellijk felicitaties twitterde. Helaas niet naar de account van Michel Georges, maar naar die van George Michael. Maar vooral voor George Michael, verschietachtig wakker worden was die een dag, denk ik.
Zo ergens in de wc van een discotheek met pijn in zijn gat en dan... Proficiat met je gouden medaille Paralympics. Wat voor een zot feestje was dat hier gisteren. George. Held. Dictators, populisten, extremisten al te gaar. Staan te dansen op de puinhoop van alweer een tragisch jaar. De vluchteling raakt niet meer hier. Hoera, de crisis is voorbij. Hey, opgeruimd staat netjes, veeg het onder het tapijt. Ik overleef. Ik overleef. Ik neuk wat mieren bij mekaar. Ik haal wat muggen door een zeef. Ik ben het onkruid op een mesthoop van een zinkende planeet. Kom erbij op de Titanic. Hier is champagne bij de vleet. Ik overleef. De kleine prins, zijn purperen hoogheid, had een afspraak met het lot. En Eddie Wally, wauw, geweldig, onvoorstelbaar, oh my god. David Bowie vliegt hoog boven ons, ergens in zijn raket voorbij. En de telefoon blijft rinkelen in de trammes aan het laai. Allee, allee, oh. Toetske Tielemans speelde Nerke op zijn mondharmonica. En Leonard Cohen er iets zachtjes mee. Allee, allee, alleluia. Mark Sleen die houdt een wafelenbak net voor het laatste oordeel. En Johan Cruijff smult lekker mee. Ach, elk nadeel heb ze voordeel. Boksen tegen muren, naar het voorbeeld van Mohammed Ali. Fly like a butterfly and sting like a bee. Ik kijk naar het beton, zet mijn ladder schuin er tegen. En kruip koppig van de drop, weer in de striemende regen. En overleef. Ik overleef. Als een hardnekkige klimop trek ik alle stenen scheef. Ik klem mijn handen om het stuur. Ik vlam aan 100 per uur. En roep krankzinnig bulderlachend allemaal tegen de muur. Laden, richten, vuur. Dank u wel. Merci. Welkom. Dank u wel. Dank u. Bedankt, Roma. Merci om te komen. Tot ziens. Bye bye. Dank u wel. Dank u. Dames en heren, dit was een allerlaatste show. Ik vind het kei blij dat je erbij hoort. Ik wil nog een paar mensen heel kort bedanken. Mijn twee techniekers, de echte gasten die deze muren hebben opgebouwd. Ik heb er geen kloter aan gedaan. Pieter en Thomas van Leuven. Dank u wel. Mijn manager die heel die tour wat in elkaar heeft gebokst, Caroline Lanois.
En tenslotte, die van ons, die eigenlijk alles... die, dat is allemaal niet waar is wat ik erover zeg. Behalve dat van een thermostaat, Lisbeth Peters, het licht van mijn ogen, die niet op het podium durft te komen. Dat. Dank u wel. En don't forget. Bedankt, tot ziens. Bye-bye.